Goedenavond allemaal. Welkom in het Rietveld Theater. Welkom bij het 1 plus 1 is 3 symposium. Jullie vragen je vast af, wie zijn jullie nou eigenlijk? Ik ben Stijn. Ik ben de voorzitter van Stilos. En ik heb samen met Aafke, onze commissaris onderwijs en oriëntatie, dit symposium voor jullie in elkaar gezet. Een paar huishoudelijke regels, mededelingen. Jullie hebben allemaal 2 muntjes gekregen. Daar kunnen jullie een heerlijke versnapering mee halen. Als jullie nog meer dors hebben, dan kunnen jullie gewoon aan de bar nog bestellen. Aan het einde van het symposium zijn er ook nog wat lekkere hapjes om het gezellig met z'n allen af te sluiten. Het toilet is een lastige situatie vandaag. Ze hebben wat problemen met de brandweer. Als je naar het toilet moet, dan zit Iteke hier helemaal vooraan. En die zou je naar het toilet begeleiden. En eventueel helpen wanneer nodig. Ja, wat gaan we vanavond doen? We hebben hier 4 geweldige sprekers zitten die Aafke zo meteen gaat introduceren voor jullie. Ze hebben allemaal een heel interessant verhaal. We hebben een aantal leuke stellingen die we samen met jullie gaan bespreken. En ja, hopelijk wordt het een hele interessante en leervolle avond. Aafke. Kunnen we next? Eentje terug. Oh nee, wel eentje verder. Laat maar. Dit moet je ook nog. Ja. Hoe ziet de avond er nou precies uit? Nou, we beginnen om 8 uur. Dat is goed gelukt. dat maakt niet uit. Een klein beetje uitloop. Eerste introductie. Daar zitten we nu middenin. Dan gaan we 1 voor 1 de sprekers af. We beginnen met Mathieu. Daarna is Els en Paul. Die zal inbellen via de Zoom. Dan hebben we een korte pauze van een kwartiertje. Om een drankje te halen en met Iteke naar het toilet te gaan. En daarna gaan we naar Mark en Patricia, die ook wat mooie beelden hebben en hun verhaal vertellen. Aan het einde is er nog tijd voor wat vragen. Gaan we de avond mooi met een strik afronden. En aan het einde zullen we nog met z'n allen even naborrelen. Ja. Nice. Ja, waarom dit symposium? Nou, een groot deel van jullie studeerde vorig jaar ook al en heeft gezien dat toen het symposium The Odd One Out was gehouden. Dat ging over mensen die bouwkunde hadden gestudeerd, maar vervolgens eigenlijk iets totaal anders waren gaan doen. De vraag waarom of wat als je geen architect wordt, stond toen centraal. En dit jaar wilden we weer een symposium organiseren, omdat we merkten dat studenten best wel behoefte hadden aan een beetje een beeld krijgen bij wat je later allemaal kan doen. Alleen wilden Stijn en ik zelf graag iets waar wij zelf heel veel inspiratie uit zouden kunnen halen. En aangezien ik wel graag architect wilde worden later en Stijn meubels maken heel vet vindt en ik portrettekenen heel erg cool vind, dachten we, we moeten iets hebben waarbij we sprekers kunnen uitnodigen die ons op die manier inspireren. En toen zijn we eigenlijk op dit idee gekomen om mensen uit te nodigen die een soort dubbele pet op hebben en meerdere disciplines hebben. Dus alle sprekers zijn vanavond ofwel architect of stedenbouwkundige, maar doen daarnaast ook iets anders. Daar hebben we als eerst Els. Die gaat straks wat vertellen. Zij is stedenbouwkundige, maar doet ook onderzoek en geeft ook les. Mathieu, hij is architect, maar daarnaast maakt hij ook schilderijen en meubels. Patricia is architect, maar heeft ook op hoog niveau gedanst. Geeft ook dansles. En we hebben Mark als laatst. Die is meubelmaker en architect. En op de Zoom nog Paul. Die is architect gespecialiseerd in omgevingspsychologie. Dan gaan we als eerst naar Mathieu. Naar Mathieu. Dan krijg jij van mij de point. Alsjeblieft. Hoi, ik ben Mathieu en ik ben architect. ik heb bouwkunde gestudeerd hier in Delft en woon nu in Rotterdam. Daar werk ik ook. Ben getrouwd, heb 3 kinderen en ik ben 37 jaar. Mijn eerste start, architect. Dat is mijn titel, maar ik noem me liever eigenlijk maker en doener. Ik ben gewoon iemand die heel erg houdt van dingen maken, heb ik gaandeweg geleerd. Tijdens mijn studie was ik daar eigenlijk al mee bezig. Ik vond pakketjes maken heel erg leuk in de werkplaats. Was ook in de tuin naast het studentenhuis altijd met hout een beetje aan het knutselen. Dus dat maken, dat zit echt in mij en dat kan ik ook niet tegenhouden, dat moet er echt uit. En dat hoeft echt niet altijd esthetisch iets supermoois of spectaculairs te zijn. Gewoon laat mij met een stukje hout lekker zagen, een wandje timmeren, dat soort dingen. Dat,
ja, daar geniet ik gewoon van. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. En dat heb ik echt moeten leren ontdekken ook. Vanaf mijn 12e riep ik wil architect worden. Gewoon omdat ik het mooi woord vond, denk ik. En wat ik tekenen hield, dus dat zou vast iets met elkaar te maken hebben. Maar geen idee wat het was. En nog steeds ben ik eigenlijk aan het ontdekken wat het vak architect is. Omdat het gewoon heel erg breed en groot is. Ik heb een schemaatje gemaakt. Ik ben in 2011 ben ik afgestudeerd. Dus nu ongeveer 12, 13 jaar aan het werk. En ik heb nogal behoorlijk wat gedaan. een week na mijn afstuderen, ik was ook lid bij een studentenvereniging en toen hadden we een symposium georganiseerd. Zoiets als dit. En er was een spreekster en die een hele enthousiaste mevrouw. En die vertelde over iets totaal anders wat het thema was die avond. Maar die vertelde ook over haar keuken. Dat ze een meubelmaker had die haar keuken had gebouwd. En ze was heel erg enthousiast. En ze vertelde, die jongen die heeft bouwkunde gestudeerd, net als jij. Toen dacht ik van, hey, interessant. Ik ben afgestudeerd, ik heb niks te doen. Laat ik die jongen bellen. Dus ik heb het nummer gevraagd en ik heb die dag daarna die jongen gebeld. En die zei van, ik heb morgen een klus waar ik nog een handje voor nodig heb. Zou je mij willen helpen? Want ik wil net het uitzendbureau bellen. En nou, ja, jij bent eigenlijk goedkoper dan als ik het inhuur. Daar kwam het op neer. Dus ben ik een week na mijn afstuderen, die dag daarna dus met hem een dagje gaan meewerken. Klikte gewoon heel goed. En voordat ik het wist, was ik daar in de leer. Als meubelmaker had ik niet bedacht, maar was wel mijn droom. en dat kwam dus gewoon op mijn pad. En dat, uiteindelijk heb ik dat 4 jaar gedaan als ZZP'er. En waarbij eigenlijk het eerste half jaar een soort van leertraject was. Onderbetaald, maar prima. Kon er van rondkomen. De 3,5 jaar daarna gewoon naar het KVK gegaan. Gewoon als ZZP'er. Gewoon klussen met hem gedaan. Maar ook een beetje gaan opbouwen voor mezelf. En heel tof om te doen. Echt geleerd wat je op bouwkunde dus niet leert. Hoe maak je dingen? Dat heb ik dus echt gewoon gedaan naar beleggen. Dus we hebben heel veel maatwerk, interieurs geleverd. Het is allemaal wel een hoger segment trouwens. Arbeid is heel duur in Nederland. Dus meubel, het vak meubel maken is echt een exclusief iets eigenlijk. Echt heel veel van geleerd. Na 4 jaar ben ik gestopt. En toen ben ik in loondienst gegaan bij een architectenbureau. En waarom ben ik gestopt? Dat was eigenlijk een beetje een valkuil voor mij van meubels maken was mijn hobby, maar ook mijn werk. En het kwam er eigenlijk op neer dat ik 60 à 70 uur per week aan het werk was. Niet omdat ik dat wilde, maar omdat het moest om gewoon mijn projecten draaiende te houden en het te blijven volhouden, eigenlijk dat vak zoals ik het deed. We kregen toen een kindje, onze oudste dochter. En ik wilde gewoon niet 70 uur per week werken en wel ook mijn dochtertje zien. Dus toen ben ik in loondienst gegaan bij een architectenbureau in Rotterdam. En dat werden mijn twee saaiste jaren van mijn leven. Ik kan er niks anders van maken. Tenminste, op werkgebied dan. Hè. Niet dat mijn dochtertje saai was de eerste 2 jaar. Totaal anders juist. Maar op architectenbureau werken, ik was gewend om gewoon 's ochtends om 6:30 bij de grote handel te staan om hout te halen. Daarna naar locatie te rijden of de werkplaats of bij de bouwplaats. En daar gewoon de hele dag te gaan staan werken en dan 's avonds te ontwerpen eigenlijk. En mijn administratie doen, computerwerk, dat soort dingen. En in 1 keer zat ik 2 jaar lang alleen maar mijn wijsvinger te bewegen. En dan soms naar de koffiezetapparaat te lopen. Dat was eigenlijk wat ik deed met architectenbureau. Natuurlijk ook wel gewoon dingen geleerd hoor, maar was niet mijn ding. De grijze balk daaronder is eigenlijk een kopje kunst. Wat ik in die periode wel ben gaan doen, misschien uit verveling, is dat ik mijn hobby schilderen, tekenen ben gaan oppakken. Vanaf kinds af aan deed ik dat heel veel.
door mijn studie bouwkunde kwam ik er nooit aan toe, omdat het gewoon een drukke studie is. Maar in die periode ben ik dat eigenlijk weer gaan oppakken. En dat heb ik nooit meer losgelaten en dat doe ik nog steeds, hobbymatig. Dus niet als werk, wil ik ook niet als werk gaan doen. Dat heb ik van mijn meubels geleerd, maar dat wil ik gewoon doen voor eigen ontwikkeling. Dus ik zie het echt als een studie. Dat ik in die hobby ontdek, me ontwikkel, ook andere kunstenaars opzoek, maar echt als zijpad. Dus dat hou ik echt apart als een vrij pad, zonder dat ik er geld mee moet verdienen of zonder invloeden van anderen. Ik mag gewoon doen wat ik zelf wil, gewoon totale vrijheid en autonomie daar eigenlijk in. Dus dat is wel een goede om te benoemen, van dat eigenlijk in die tijd ook een beetje begonnen is. Toen na 2 jaar bij een architectenbureau in Rotterdam ben ik naar een interieurarchitectenbureau gegaan. En dat was al een hele verademing. Dat is ook een bureau in Rotterdam, klein bureau, Marx Interieurarchitecten. Ze zijn met z'n 6 à 7. En het bestaat een beetje uit een mix tussen architecten en interieurarchitecten. En ik werkte daar dan als bouwkundig architect en dan had je nog een techneut van HTS en dan interieurarchitecten van de academie. Ja, een hele mooie mix met mensen. En daar heb ik eigenlijk heel erg geleerd om het anders te doen dan dat ik in Delft heb geleerd. In Delft ben je best wel een rationeel ontwerper. Alles probeer te vatten in een soort van concept of een verhaal te belijnen of in een soort van geometrie te duwen en dingen samen te bundelen. Terwijl interieurarchitecten bekijken het eigenlijk weer heel anders. Die doen het veel intuïtiever. En dat was heel nieuw voor mij en heel spannend om eigenlijk intuïtief te ontwerpen. Ze ontwerpen veel meer vanuit materiaal en vanuit beleving, vanuit sfeer, vanuit de mens ook. Die in de ruimte is. Zo kan ik nog wel doorgaan. Dus super leerzaam voor mij, ook al had ik die rol als interieurarchitect niet binnen dat bedrijf, maar meer de rol architect, heb ik wel echt super veel geleerd van die disciplines eigenlijk, van hoe zij een gebouw benaderen eigenlijk. En dat je hebt het allebei over gebouwen als architect of als interieurarchitect, dat je toch het zo anders benadert eigenlijk. En nu ik heb een jaar geleden ontslag genomen bij het bureau en nu ben ik voor mezelf weer bezig, dus weer als ZZP'er. Studio Mathieu Maas, MM voor mens en materiaal. En voor mijn initialen, uiteraard. En daarin mix ik eigenlijk kunst, architectuur en interieur. Dus wat ik de afgelopen 11-12 jaar eigenlijk ben tegengekomen, geleerd heb, pak ik daarin in mee, zoveel mogelijk. Als visie voor mijn bedrijf heb ik nog een paar termen erbij gezet. Daar kan ik ook heel lang over praten, ga ik niet doen. Maar ik ga het vooral over die kunst, architectuur en interieur mix hebben. Omdat dat natuurlijk heel passend is bij het thema van deze avond. En ik kan eigenlijk al direct zeggen, van het is echt supergoed om een hobby te hebben naast je werk. Voor iedereen, wat voor werk je ook doet. Of wat voor hobby het ook is. Volgens mij maakt het helemaal niet uit of het nou windsurfen is, of schilderen zoals voor mij, of schaken, of schrijven of lezen of iets dergelijks. Je hobby zorgt ervoor dat je eigenlijk belangeloos en verfrissend tegen de dingen anders aan kan gaan kijken die je dus weer in je werk kan gebruiken. En dat is denk ik voor iedereen heel erg toepasselijk. En misschien als je architect bent, misschien nog toepasselijker, maar daar kom ik zo op. En ik heb een paar projecten erbij gepakt, ook waar ik dat mee wil toelichten. Dit is een interieurproject in Roden, in de buurt van Groningen is dat. En dat was een oude loods, waar een health hub, dus eigenlijk een zorginstelling, waar op meer een platform eigenlijk, waar studenten, start-ups en gevestigde bedrijven binnen de gezondheidszorg kunnen experimenteren, kunnen ontdekken, kunnen kruisbestuiven. En daar was ik projectarchitect op dat project bij Mars Interieurarchitecten.
En totaal vernieuwend voor hun was om eigenlijk vanuit een klinische setting naar een oude vieze hal te gaan. En dat, die lijn hebben wij heel erg doorgetrokken door eigenlijk in het hart van het gebouw, in het centrum, juist met alleen maar oude vieze materialen, zeecontainers, een heel dorp te bouwen waar die kruisbestuiving kon gebeuren en alle kantoren en medische plekken naar de zijkanten te duwen. Heel geslaagd project. En dat project heeft mij geïnspireerd voor een schilderij. Nou, je herkent het vast wel, de loods die daar ook in zit met het noorderlicht en de kapvorm. En eigenlijk parallel aan dat project dat ik daarmee bezig was, heb ik dit schilderij gemaakt en zitten schilderen. Mijn schilderijen zijn eigenlijk een soort van ruimtelijke experimenten. Dus in mijn werk moet ik uiteraard constructieleer toepassen. Hè? Het moet niet in elkaar storten. Het mag niet te veel geld kosten, want het is een budget. Er zijn opdrachtgevers die dingen willen zien. Er is een programma van eisen. Nou, zo kan je doorgaan eigenlijk. Dus er ligt een hele stapel aan invloeden op het project. Terwijl een blanco canvas, dat geeft mij de totale vrijheid. En ik mag gewoon doen wat ik daarin wil. En wat ik dus eigenlijk doe is tijdens het project ook schilderen. Belangeloos en ruimtelijk experimenteren. En dat kan in vormen zijn, in kleuren, in compositie, in verhoudingen. Het is eigenlijk, mijn schilderij is altijd een proces ook. Dus het is, dit schilderij heeft heel veel lagen gehad. Dus hij heeft er heel anders uitgezien. En dit is het eindresultaat geworden. Dus het is altijd ook een soort van zoektocht waarvan ik niet weet waar die gaat eindigen. Dit was een soort van bouwfoutje. Uiteindelijk was het een soort van struikelrandje geworden bij de entree van het dorp. We hadden een heel mooi idee met een stalen balk in de menie, een zandbak erin en dan tegeltjes leggen, zodat je mooi de elektraleidingen en de afvoeren eronder kon leggen. Alleen iedereen struikelde over de stalen balk. Dus toen moest er een soort van plateautje bedacht worden. En dat kwam uit mijn schilderij eigenlijk. Dus de vormentaal daarvan en de kleuren en wat het uiteindelijk geworden is. Een ander projectje is mijn eigen huis. Wij hebben 6,5 jaar geleden ons huis gekocht. En niemand wilde het kopen. Het was van sociale woningbouw, van Woonbron, een corporatie. En het stond al heel lang te koop. En niemand wilde daar wonen, omdat het gewoon heel erg niet leefbaar eruit zag. Het waren ooit twee appartementen geweest, wederopbouwwoning met een dubbele beuk, op zich heel mooi breed, maar geen huis zoals je verwacht van een huis. En die heb ik zelf helemaal verbouwd met mijn meubelmaak skills. Dus eigenlijk is de dubbele beuk, de dragende wand in het midden, is één meubelstuk geworden. Die is helemaal omkleed met hout. En hier zat een voordeur die je daar ziet, omdat er twee appartementen waren. Die heb ik aan de bovenkant geïsoleerd en dichtgezet. Aan de onderkant het raampje opengehouden eigenlijk, zodat er een nieuwe compositie ontstond van die ramen. En een strakke detaillering op de kozijnen gezet, omdat het gewoon lelijke kunststof kozijnen waren. En nou, dat raampje is de leukste speelplek geworden voor onze kinderen. En dit project was sowieso in de tijd dat ik dus bij het architectenbureau werkte en dat vrij saai vond. En ik me eigenlijk mijn meubel maken dus weer als hobby kon doen in mijn eigen huis. En niet als werk. Dus nou, dat vind ik interessant om mee te geven ook van dat je bewust kan kiezen van wat vind je leuk en wat wil je naar werk toe brengen of wat wil je eigenlijk behouden als hobby. Dat heb ik echt moeten leren door vallen en opstaan. En ons eigen huis heeft ook weer een schilderij eigenlijk opgeleverd van 2x2 meter, mijn grootste werk tot nu toe. je ziet hier de compositie ook terug van de kozijnen, onder andere. En er zit hier nog veel meer in, maar daar ga ik nu niet op in. En dit is eigenlijk een projectje die het weer andersom doet. Het staat van kunst naar interieur en bij de vorige stond van interieur naar kunst, maar eigenlijk moet dit interieur kunst interieur zijn, dus dit is echt een kruisbestuiving, een wisselwerking. Dit was een project ook die ik bij Mars ook gedaan heb.
In Kerkrade een theater en bibliotheek, cultureel centrum. En vanuit dat project ben ik ook weer gaan schilderen. En dit is een tussenstap. Eigenlijk deze kleursamenstelling, die heb ik later gebruikt. Dit is het eindresultaat geworden. Maar in een projectje, wat klein projectje, die ik ook voor mezelf heb gedaan. En hier is bijvoorbeeld echt dus die kleurenmix gekomen uit het schilderij. En dat had ik nooit kunnen bedenken zonder mijn schilderen. Het is echt verrassend hoe de mensen hier binnenkomen. Dit is een sociale ruimte, laat maar zeggen. Dus een sociale ontmoetingsplaats in Rotterdam. Waar jong en oud binnen moet lopen. Dus er zitten een soort van kenmerken in. Het zijn een soort van oma-lampjes, laat maar zeggen, met vloers en franje en dat soort dingen. En meer voor kinderen ook elementen. Maar iedereen zegt van, oh, wat een warmte of wat een sfeer hangt er in die ruimte eigenlijk. En het verbaast mezelf ook elke keer als ik er ben. En dat komt echt door mijn schilderij eigenlijk. Echt een direct verband. Ja, dat was mijn verhaal eigenlijk. Ja, heel erg bedankt. Het was heel vet om al de beelden er ook bij te zien. Ik heb een stelling om hierop aan te sluiten en ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. Dus als je het eens bent, mag je je hand opsteken. En als je het niet eens bent, dan niet. De stelling is, het is goed om tijd te maken voor andere dingen naast je studie, ook al levert dit je studievertraging op. Ja, toch wel allemaal eens, bijna. Ik ga je beter vragen, wie is het oneens? Ja, wie is het oneens? Zijn er mensen oneens? Ja, wel een paar. Dat is toch niet helemaal unaniem. Ja, hoe kijken jullie daar tegenaan? Van Mathieu hebben we het eigenlijk net al een beetje gehoord. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om tijd voor andere zaken te hebben, überhaupt. Of het nou je studie is of je werk. 100% opgaan in je werk of je studie lijkt mij niet goed. Er zijn ook architectenbureaus die sowieso maar een vierdaagse werkweek hebben. Zodat je ook tijd hebt om weer energie en inspiratie op te doen. En wat voor baan je ook hebt en ook met je studie, dat is gewoon heel belangrijk. Niet alleen energie, maar dat je geïnspireerd wordt door andere dingen. En daar moet je tijd voor maken. Ja, en ik denk ook, oh, is dat ja, denk het wel. Ja, ik denk ook de ontspanning die dat brengt, hè, wat jij ook al zegt. Soms zit ik ergens met mijn hoofd, probeer ik een probleem op te lossen en dan ga ik voor met de hond wandelen. En dat is natuurlijk echt wel een cliché, van dat dan als je onder de douche staat of als je met de hond wandelt, je de beste ideeën krijgt. Maar dat is echt zo. En dat kan ook zijn tijdens, weet ik veel wat voor hobby, maar gewoon even niet zo drukken op je... Op je werkstand, zeg maar. En gewoon iets anders doen wat je gewoon leuk vindt, waar je ook weer energie van krijgt. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar we hadden toevallig net even over studievertraging en zo. Dus ik kan me voorstellen dat er nu ook wel wat meer financiële druk misschien op de student ligt. Dus ik begrijp best het dilemma. Dus ja, of je er echt studievertraging voor over hebt, ik vind het goed dat jullie dat wel hebben. Volgens mij denken wij allemaal dat het namelijk wel belangrijk is. Ja. Hebben jullie allemaal nominaal je studie afgerond? Nee. Nee. Aha. Oké. Okay. Hey, goed om te weten. Els, dan ben jij aan de beurt. Ik zal je de klikker overhandigen. Dank je. Ik ben Els Leclerc. Ik ben stedenbouwkundige, dus ook afgestudeerd hier in Delft. En daar zocht ik foto's van, ik heb wel ooit een cd gemaakt van mijn werk, maar kon het niet vinden. Bleek het wel in print nog te hebben. Ik heb een beetje een... jij zei net, ik wilde al op mijn 12e wist ik al dat ik architect wilde worden. Ik had dat niet. En tijdens mijn studie had ik dat nog veel minder.
Ik had echt best wel een moeilijke relatie met bouwkunde. En dat is denk ik omdat ik niet zozeer een maker en een doener ben, maar meer een denker. Ik vond het wetenschappelijk gehalte laag. Ik had zeker in het eerste jaar echt moeite met al die practica, handtekenen, vormstudie. Ik weet niet of die er nog zijn. Oh ja, zie ik iedereen. Ja, ik vond dat pittig. Ik ben er toen ook rechten bij gaan doen om echt een complete tegenhanger te hebben met heel veel boeken. En uiteindelijk wel met stedenbouw was ik wel heel blij mee dat ik dat deed. Omdat natuurlijk ook het sociale element naar voren kwam. Maar ik dacht, ik ga hier nooit wat mee doen. Guess what, dat is mislukt. Dat kwam eigenlijk meteen natuurlijk door mezelf. Toen ik ben afgestudeerd in 2001, was er in Nederland, ging het vooral over Vinex. Nou, als er natuurlijk iets saai was, was het Vinex ontwerpen. Dus ik was misschien ook wel de reden dat ik dacht, no way, dat ik iets met stedenbouw wil. Maar ik was nogal reislustig. En ik dacht, ik wil heel graag een tijdje in Londen wonen. Maar goed, ik kon natuurlijk maar één ding, namelijk stedenbouw. Dus toen ben ik wel daar op zoek gegaan naar een baan. Toen bleek dus de studie bouwkunde super hoog aangeschreven te zijn. Dus ik had binnen een week 2 banen. Dat deden niet heel veel, want toen was het ook crisis. Dus alle anderen die met andere studies afgestudeerd waren, hadden helemaal niet zo snel een baan. En ben ik daar begonnen. Dat was in de tijd dat Tony Blair daar premier was, prime minister-president. En die heel veel geld pompte in regeneration. Dus ik kreeg eigenlijk al best wel snel enorm grote projecten. Dus dit is een project wat ik, ja, jullie zien het een beetje achter de plant. Het was ongeveer een enorm gedeelte in Liverpool wat herontwikkeld moest worden. Wat helemaal, daar was niks meer van over. Heel veel kaalslag. Maar daar mocht ik dus in mijn eentje een plan voor maken, want het best wel vreemd was. En op de linkerfoto zie je, oh, dat zien jullie helemaal niet, denk ik. Nou, daar is dus een hele lelijke bungalows met heel veel asfalt. Dat was wat de gemeente graag wilde daar. En de mensen die daar woonden, nog in een aantal huizen die niet dichtgetimmerd waren, die wilden natuurlijk gewoon renovatie en blijven waar ze woonden. En die wilden niet zo'n vieze bungalow met kuldenzak. Ja, dat term kennen jullie. Dus ik heb daar wel toen ook goed naar geluisterd. En uiteindelijk is het ons gelukt, nadat ik wel ook van het project ontslagen was, om dat toch voor elkaar te krijgen, 10 jaar later. Maar daar ontdekte ik dat ik ik kon wel ontwerpen. En ik vond het eigenlijk ook heel leuk. Maar wat ik ook heel leuk aan vond, was zowel de sociale kant en de economische kant. Dus niet alleen wat eigenlijk toch in onze studie, hè, is de focus heel erg op dat ruimtelijke aspect. Dat was daar veel minder. Na 2 jaar, want dit was wel gewoon een architectbureau, inclusief werktijden en slechte loon. Dus na 2 jaar was ik totaal opgebrand en ben ik met een associate mijn eigen kantoor begonnen. En dat heb ik tot 2018 gehad. Brexit. Brexit. Dus ik ben eigenlijk een soort Brexit-vluchteling. Niet helemaal waar, want sinds 2010 zijn de conservatieven weer aan de macht. En hebben dat eigenlijk dat hele publieke bestel wat Tony Blair weer opgebouwd had, totaal afgebroken. En waar wij eigenlijk dus altijd veel projecten deden. Nou, hier is een project bijvoorbeeld voor een woningcorporatie. Dus voor woningcorporaties of de gemeente. Merkten we dat we steeds meer projecten deden voor multimiljonairs. Dus voor Russische multimiljonairs, voor Israëlische multimiljonairs. Die natuurlijk niet een stad willen maken of de publieke ruimte willen inrichten. Die willen natuurlijk gewoon geld verdienen en zo beknippelen op alles wat maar eigenlijk de stad levendig maakt. En dat ging mij steeds meer tegenstaan. Deed ook veel landschap en ook design guidance, dus ontwerpmethodieken. In de tijd dat ik mijn bureau had, kreeg mijn man een hele goede baan, zoals hij zelf zei, in Mechelen.
Dus toen na lang, en hij was ook, ik ben naar Londen vertrokken, hij is mij gevolgd met de afspraak 2 jaar. We zijn daar 7 jaar gebleven. Het is toch een beetje geven en nemen in een relatie. Dus zijn wij naar Brussel verhuisd en heb ik gewoon mijn bedrijf gehouden, wat kon natuurlijk makkelijk met de trein. Maar ben ook 2 dagen in de week bij de Vrije Universiteit Brussel, de VUB, zowel les gaan geven als onderzoek doen. En dat heeft het linkerboek Plannen voor Mensen opgeleverd. Een stedenbouwkundig soort handboek wat wij ontwikkelden voor de gemeente Antwerpen. In 2011 had mijn man een nog veel betere baan op het oog. Wij zouden eigenlijk teruggaan naar Londen. Daar werkte hij inmiddels ook al, en ik ook, terwijl we dus in Brussel woonden, was niet handig. Maar op het allerlaatste moment ging die baan, nou ja, ging niet goed, zijn halve team was ontslagen. Dus hij wilde naar deze topbaan in Rotterdam. Nou, je voelt me aankomen, dus wij zijn uiteindelijk naar Rotterdam verhuisd. En eigenlijk door het project wat ik toen deed voor een Israëlische multimiljonair, die in 10 jaar tijd had hij langzaam, heel Camden, ik weet niet of jullie bekend zijn met Londen, maar Camden Market, dus dat is een beetje waar Vivienne Westwood begonnen is met haar stalletje. Dus allemaal kleine kraampjes. Vrij laagbouw had hij opgekocht. Dus dat was eigenlijk een hele soort lappendeken aan eigenaarschappen. En langzaam had hij dat opgekocht. Niet met het idee, ik wil die markt weg, maar wel met het idee, ik kan er lekker torens boven bouwen. En het eerste project dus om die markt waren wij gevraagd, dus een architect gevraagd voor de gebouwen en wij waren gevraagd voor de openbare ruimte. Maar ja, dat was natuurlijk geen openbare ruimte, want dat was allemaal in zijn eigendom. En dat vond ik eigenlijk een heel interessant gegeven. En toen ben ik als hobby, had ook wel een hobby, gaan promoveren aan de TU Delft. Ja, dat is dus geen goede hobby. Kan ik wel. Eigenlijk dacht ik ook, ik heb nooit in Nederland gewerkt. Als ik ga promoveren, dan kan ik ook mijn netwerk hier wat opbouwen. Nou, dat is ook geen goede reden. Maar ik vond het wel heel interessant. Dus dat heb ik er naast gedaan. Dat heeft dus een proefschrift opgeleverd. En ook een baan. Want toen ze in 2018 Brexit daadwerkelijk was en wij dus helemaal niet terug gingen verhuizen naar Londen, bood mijn promotor of mijn co-promotor mij een baan aan op de TU Delft, Ellen van Buren, bij management. Toen zat ik bij de vakgroep Construction Management. De grap was, dat was echt de reden waarom ik heb nog een blauwe maandag management als afstudeerrichting gedaan. En toen we Construction Management deden, ben ik heel hard weggerend. Maar goed, dat moet je dus nooit doen, want hop, daar zit je daar weer. En mijn taakomschrijving was circulariteit, dus een circulaire gebiedsontwikkeling. Toen heb ik een onderzoeksproject opgezet dat heet Waardevolle Wijken, samen met een architecte van de afdeling architectuur en technologie. En dat onderzoek ging, eigenlijk zagen wij dus op de universiteit, net als bij de gemeente, dat alles heel erg verkokerd is. Dus je hebt mensen die bezig zijn met energietransitie, met circulariteit, nou, enzovoorts. Terwijl natuurlijk eigenlijk zo'n energietransitie moet ook circulair zijn. Dus dingen moeten verknoopt worden. En wij zagen dat bij bottom-up projecten dat vaak wel het geval is. Dus dat dus lokale initiatieven vaak niet beginnen met we willen circulair zijn, maar met we willen ecologische waarde creëren. Nou, toen hebben we een methode ontwikkeld, de waardebloem, om dat inzichtelijk te maken. En dat is uiteindelijk een boek geworden. Krijgen mensen deze PowerPoint? Nou, het boek kun je gewoon gratis in de Engelse versie downloaden op de TU-website. In die tijd ben ik ook dus verder gegaan met lesgeven. Dus ik heb bij de Minor Bold Cities, waar Fatima, die ik net al zag, mee aan heeft gedaan, heb ik eigenlijk de eerste stappen in een soort impactonderwijs ontwikkeld. En nu geef ik niet meer die minor, maar wel het onderzoeksprogramma bij de Erasmus Universiteit. Waar gebaseerd op ontwerp, denken, studenten die dus nooit iets met ontwerp gedaan hebben, ook altijd denken dat ze niet creatief zijn of dat daarom ook niet willen doen. Probeer ik toch om in dus eigenlijk alternatieve toekomstscenario's
te denken, zodat ze ook interventies, ontwerpoplossingen moeten leren bedenken. Omdat je in elke baan natuurlijk creatief moet zijn. En we zijn dus met het Waardevolle Wijken-project ook met heel veel studenten bezig. Maar ook in instellingen. Dit was een workshop die we gedaan hebben bij het RIVM. Maar ook hogescholen zijn hier nu mee bezig om te kijken of deze methode, of dat ook als ontwerpmethode kan fungeren. Daarnaast ben ik nu weer niet meer bij de TU Delft in dienst sinds anderhalf jaar. Maar weer zelfstandig, of eigenlijk in een soort netwerk met een aantal mensen. En waar ik me mee bezig hou, is eigenlijk een soort transformatieve onderzoek en ontwerp. Dus eigenlijk echt actiegericht dat er verandering plaatsvindt. En dat is wel vaak in stedenbouwkundige processen, maar niet altijd echt ruimtelijk ontwerp. Dus ik ontwerp meer de processen en probeer mensen meer... Moet ik al stoppen of valt het mee? Oké. Okay. Meer inspraak te geven aan de ene kant en aan de andere kant om ook gemeentes of private ontwikkelaars ook die ruimte te laten krijgen om andere mensen daar een grote zeggenschap in te geven. Dus echt het heel erg het Right to the City van Henri Lefebvre, misschien kennen jullie dat wel, dat concept draag ik uit. En dat doe ik in tal van projecten. Ik had deze, wilde ik ook even laten zien als voorbeeld. Dit is nu anderhalf jaar bezig. Het eerste jaar, het begon eigenlijk als een onderzoeksvoorstel, wat ging over smart cities. En we moesten ik en een collega werden gevraagd vanuit de Erasmus Universiteit of we onderzoek konden doen in Rijenoord. Rijenoord is de normaalste wijk in Rotterdam en daarom is dat de experimenteerzone. Dus daar probeert de gemeente allerlei dingen rondom circulariteit en energietransitie te testen. Dus daar kwamen wij. De vraag was eigenlijk, ze doen ook een testzone met sensoren, of wij daar konden kijken hoe mensen daarop reageerden. Nou, dus we hebben daar inderdaad een analyse van gemaakt en nog van 3 andere projecten. Maar eigenlijk waar de echte urgentie lag in die wijk is bij de jongeren. De jongeren waren niet meer in beeld. De verdwijnen heel snel in de criminaliteit. Drill rap is een enorm probleem. En de wijkmanager zei, als wij nu niet die jongeren weten te bereiken, dan is dat ook een ramp later voor onze democratische staat natuurlijk. Maar 19% van de mensen in Rotterdam-Zuid heeft gestemd bij de laatste verkiezingen. Dus wij hebben ons dit hele projectvoorstel hop in de prullenbak gedonderd en zijn dus met het project Recht op Rijenoord Jeugd verder gegaan. Daar hebben we een aantal workshops georganiseerd om te kijken wat de urgenties waren. Nou, dat was dus inderdaad echt een fysieke plek voor jongeren, maar ook een plek om gezien en gehoord te worden. Veel sociale woningbouw, woningen zijn klein, ze hangen op straat, worden al snel als overlast gezien. En dus ook om gerepresenteerd te worden bij de gemeente. Dus de gemeente kon ook geen contact meer met jongeren krijgen. Dat bleek omdat de gemeente vaak komt halen, komt vaak van wat willen jongeren dan, en doen vervolgens niks. En dit kregen wij mee van een aantal lokale vrouwen die stichtingen hebben en die dus wel in contact kwamen met die jongeren. Dus dit is een beetje hoe dat systeem werkt, dat hebben we toen in kaart gebracht. En toen hebben we een oefening, een soort organisatieopstelling ontworpen om mensen met elkaar in gesprek te krijgen. Waarbij je dus rechtsonder staan dus 5 vrouwen met een stichting. Dat waren natuurlijk 5 zwarte vrouwen. Linksboven staan de ambtenaren van de gemeente uit de toren, uit de Rotterdam. Inclusief de gebiedsdirecteur, dus ook echt op hoog niveau. Kunt je voorstellen, dit waren allemaal witte mannen. En rechtsboven stonden de ambtenaren die lokaal, dus in dat Rijenoord team zaten. En linksonder de welzijnsambtenaren. Nee, welzijnsproviders, dus die ingehuurd zijn door de gemeente om hun welzijnsopdracht te vervullen. Dus activiteiten met jongeren te organiseren.
En dit leverde enorme conflicten op. Dus dat werd deze vrouwen komen natuurlijk nooit in contact met die gemeenteambtenaren in de toren. Dus die kregen nu de kans om echt te zeggen waar het over ging. Dus dat was, dus het leverde schuring op, maar vervolgens wel, dit sla ik even over, tot dat we er nu een plek is voor de jongeren. En dit komende jaar, dit is de eerste, linksonder zie je die foto, de eerste avond. Waarbij wij hadden gedacht dat er 15 jongeren zouden komen. Er kwamen er 55. Waar die echt ook wel bespraakt, ook zei, wij willen dit, dit en dit. Dus nu, als stedenbouwkundig opgeleid, doe ik dus ineens een project totaal niet in mijn domein. Ik weet hier eigenlijk nog steeds heel... Het lijkt enorm complex in ieder geval, de hele hoe wij zorg verlenen in Nederland. Maar ik denk toch doordat je wel met een ontwerpopleiding toch leer je denken om dus in instappen en in conceptmatig en ook op een creatieve manier. En als het niet zo kan, ga je toch uitzoeken hoe het anders kan. Kan ik wel zo'n project toch doen, ondanks dat ik dus van de echte materie weinig weet. Dit ga ik ook even overslaan. Ja. Dit ben ik er al, ja. Dankjewel. Dankjewel, Els. Ook voor jou hebben we weer een stelling. Je verhaal af te sluiten. In de toekomst zal het hebben van verschillende banen / disciplines normaler worden dan fulltime hetzelfde werk doen. Wat denken jullie? Handjes omhoog als je het ermee eens bent. Een paar twijfelachtige handjes half omhoog. Minder overtuigend dan de eerste. Jullie zitten in de praktijk, dus jullie weten het. Wat denken jullie? Ik ben er heel blij mee. Ja, ik ga nog wat vertellen. Maar ik ben naast architect meubelmaker. En ik denk dat het heel lekker is om, eigenlijk wat Mathieu net ook al vertelt, dat je eigenlijk je gedachten dus eigenlijk kan focussen op iets anders. En dat is in mijn geval dan architectenbureau, vooral inderdaad... wijsvinger en veel beeldschermwerk. En bij het meubel maken is het juist veel met je handen bezig zijn en iets maken is ook gewoon echt lekker om te doen. Dus ik kan het wel aanraden. Ik merk wel dat bedrijven nog heel traditioneel zijn. En dat dat eigenlijk uiterst traag gaat ook. Dus escape is wat ik ook heb gedaan, zzp'er worden, maar niet dat dat precies, dat is een beetje noodgedwongen ook, omdat die andere optie er niet is. Dus ik zou prima ook binnen de vleugels van een bedrijf misschien willen doen, maar dat kan eigenlijk niet. En uiteraard ben ik heel erg voor dat dat meer gaat worden, omdat ik denk dat dat elk vakgebied beter maakt. Maar wanneer die toekomst is, dat maak ik me zorgen over eigenlijk. En ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn om een deel, zeg een derde van je tijd betaald werk te doen. Een derde van je tijd voor familie, mantelzorg, dat soort dingen. En een derde vrijwilligerswerk. Of dus in iets wat meer zingeving ook geeft. En dat zie je eigenlijk ook, maar ook heel langzaam wel gebeuren. Dat ook mantelzorgtaken en andere taken meer gewaardeerd gaan worden. Maar bedrijven zijn hier inderdaad heel erg traditioneel. Ik denk dat ook dat je ook verschillende banen achter elkaar, dat je dat ook veel meer gaat zien. Dat mensen dus halverwege denken, dit ga ik niet nog eens even 30 jaar doen. En dan heel iets anders gaan doen. Ja. Mooi. Dan gaan we naar onze derde spreker alweer. En dat is Paul in de Zoom. Ja, dan moeten we even switchen op mijn laptop. Daar is hij. Je bent groot in beeld, Paul. Waar moeten we heen zwaaien? En we kunnen je horen, ideaal. Dat is ook goed. Ik kan jullie dat allemaal heel goed horen. Beweeg als ik jullie niet zien doen, dus ik hoop dat ik wel beweeg en dat mijn slides wel ook bewegen. Oké, dat is nog iets sterker. We gaan het zien. Oké, dan ga ik even mijn sprong delen. Kijk of dat gaat werken.
Ja. Ja. Oké. Dus goed. Daar staat Stilos. Ik heb ook een Stilos bestuur bijgedaan. Ik was voorzitter van het cultuurbestuur. Dat is inmiddels alweer 19 jaar geleden. Reken ik me uit. Tijd gaat snel. Toen hadden we ook een gesprek, zoals jullie er eigenlijk ook een beetje bij zitten. En dat was een lustig jaar, dus we hadden de hele faculteit gebouwd, verduisterd. Een DJ die 's ochtends kon te draaien als je binnenkwam. En de oranje dat was uitgerold. Dat gebouw is er helaas niet meer. Jullie zitten ook in een mooi gebouw met iets oranjes binnen. Wat wel leuk is om te kijken van mijn bestuurtje, was het voor afgelopen maandag, Kemal was in het NOS-journaal. Hij zat in San Francisco. Hij vertelde dat hij zijn geld nog steeds wel heeft, ondanks dat er heel wat banken verliet zijn. Hij kwam vandaag in Amerika en met zijn biotechbedrijf, Rarebase, daar werken. Dus over verschillende kanten die je op kan gaan. En DLP-IT is daar deze richting opgegaan. En ik heb de andere bestuursleden even opgezocht. We hebben nu, hij is de enige die ook nog iets van architectuur echt heeft gedaan. Dus haar eigen woning ontworpen, dus dan aan dit systemaat ook bij een ontwikkelaar werkt. En dit is de vorige architectuurproject. Daar heeft nu ook bij gewerkt en die werkt nu van een ketenbedrijf. Dan hebben we nog Sietse, hij zit ook eigenlijk in de IT. Sana, Boomers, zij weten precies wat dat is. En dan hebben we nog Edwin, en dat is een futurist geworden. Die zat in de tijd van de theorieafdeling. Ik verbaas me echt nog steeds dat die afdeling bestaat. Maar goed, dat is een hele andere aparte discussie. Delft, daar hebben we onder andere heet Onno, daar heb ik Spoorwerk in die tijd opgericht samen met een ander bestuur. Ik kom vast straks nog wel op de naam. En dat Spoorwerk was een ideale plek voor mij om af te studeren, omdat ik heel graag in de beleving van de architectuur wou studeren. Motion in Architecture was mijn thesis, die ik toen samen met Simon Droog, die dezelfde passie had, heb geschreven en gemaakt. Grappig is, dat hebben we ergens een issue online gezet en nog steeds zit de Chinese dag te lezen en mensen over de hele wereld. Het is maar toevallig zo'n medium dat blijkbaar nog steeds werkt. Het grappige is dat ik eigenlijk in het begin van mijn studie al iets miste in de opleiding. Dat vertelde mijn oud-docent later. En ik ben dus absoluut een explorer, heb ik een professor van industrieel ontwerpen erbij gehaald. Omdat ze natuurlijk met industrieel ontwerpen, als je een product neerzet, echt alles uitzoeken, want dat zijn er meteen miljoenen. Architectuur is het meestal maar één op een rijtje en niet veel meer. Dus daar wordt veel meer doorontwikkeld. Er wordt ook heel erg naar de psychologische kennis gekeken wat je daarmee zou kunnen doen. Dus daar moet heel veel kennis kunnen vergaren. En heb ik gebruikt om deze thesis te schrijven en dan met mijn werk te maken. Toen ben ik na mijn studie gewoon bij een simpel architectenbureau gaan werken. Een beetje onder Amsterdam en AI-architecten, projectleider geweest, gebouwd vanuit de onder andere school en de bovenkant van de bejaardenwoning. En daar merkte ik
toen ik daar aan de tafel zat met de installateur en de constructeur en de bouwmanager en de opdrachtgever, dat er vaak beslissingen worden genomen die slecht uitpakken voor de uiteindelijke bewoners. Want ja, het architectenbureau moet dat toch die rol vaak op zich nemen. Dat doen ze ook vaak, maar ja, het geld speelt dus natuurlijk vaak een rol en tegenstrijdige belangen. En daar ook, dus die bewoner of toekomstige gebruiker is niet goed vertegenwoordigd in het proces. En dat stoorde mij nogal dat ik uiteindelijk daar weg ben gegaan. En heb ik aan de Universiteit van Amsterdam omgevingswetenschap gestudeerd. Ik zou zo een klein filmpje laten zien waarin ik uitleg wat dat vakgebied is. Dat helpt mij, denk ik, zo verder in het verhaal. En toen heb ik samen met een psycholoog en een andere architect het bureau Simpel opgericht. We hebben een aantal projecten gedaan. En daar zat ook heel veel projecten met burgerparticipatie onder andere in. En toen is mijn vrouw promoveerd met de TU Delft. Heeft een boek geschreven, Designing Memory, dat gaat over memorials, dat wij kunnen betalen in bouwwerken. En zij heeft daar naast haar academische carrière ook een bureau opgezet en ik ben daar haar mee gaan helpen. Het bureau Simpel viel eigenlijk uit elkaar, we zijn in Spanje zien wonen en dat werkte in die tijd nog niet zo goed. Ik kon mijn ei heel goed kwijt in Designing Memory, zoals het bureau dat ook heet. Daarnaast heb ik nog met Simon de website Experience in Architecture opgezet. Een blog waar we ons onderzoek eigenlijk in een paar posts hebben gezet. Die website hebben we ook echt afgemaakt. Maar ook die wordt nog goed bezocht. En ik heb in die periode ook nog lesgegeven op de TU Delft. Het vak wat ik gaf voor een bachelorvak wat heel erg leuk was, dat ging van stedenbouwkundig ontwerp tot bijna 51 platgronden. Dus dat was echt een ging je door de schade heen, waardoor het vak omgevingspsychologie daar heel erg goed naar voren kwam. Nou ga ik even kijken of ik dat filmpje kan instarten, anders moet ik zelf neer gaan praten. Ik had dat filmpje al een keertje gemaakt. Dat was van Dragon's Den voor de BNA, die we toen hadden gewonnen. Ik denk, dat heb ik redelijk uitgelegd. Voor de mensen die toen hadden gekeken, die begrepen waar ik het over had. Dus ga testen of dat bij jullie ook gaat werken. Dan hoop ik ook dat het geluid het doet. Schreeuw als het niet doet. We horen niks, Paul. Dat is jammer, dan moet ik toch gaan praten. je ziet hier het traditionele bouwproces. En dat je de constructeur, dat hoor ik mezelf en jullie doen het niet. Kijk, ik ga hier eerst vooruit en zeg ik op het zo goed. Je ziet hier het traditionele bouwproces met de constructeur, de installateur en de bouwmanager en de opdrachtgever en natuurlijk de architect. En als je dat proces verder bekijkt, dan gaat die zo doorlopen. Ja, dan komt dat het goed is zo de bewoners, juist. En die zijn hier eigenlijk niet goed in vertegenwoordigd. Wat ik daarnet eigenlijk al aangaf, de architect die heeft daar eigenlijk niet genoeg kennis van over die relatie. Die beleving van wat die mensen hebben. Dat wordt vaak een hypothese wordt daarvoor gebruikt. En het vakgebied over die beleving van die mensen, dat zit in de psychologie. En ja, daar komt ie. En daar heb je de omgevingspsycholoog. En die heeft die interactie, weet meer over die interactie. Dus zowel de interactie van de omgeving op mensen, als van mensen op de omgeving. En belangrijke thema's zijn navigatie en oriëntatie,
crowding, oftewel druktebeleving, perceived control en sociale interactie en restauratieve effecten. Een voorbeeld is dat een stoelopstelling sociale interactie kan bevorderen. Uitzicht op groen stress reducerend is en ervoor zorgt dat mensen sneller beter worden en dat geluidsoverlast, in dit geval de ervaren controle, erg aantast. Dat zijn een aantal thema's die heel erg in het omgevingspsychologie naar voren komen. Nou, we hebben net al een beetje gesproken over het bouwproces. Daar zou je eigenlijk gewoon aan die tafel af en toe een omgevingspsycholoog moeten hebben die de toekomstige gebruikers kan vertegenwoordigen. Maar je kan het ook omdraaien, de toekomstige gebruikers schakelen de specialisten in die zij denken dat ze nodig hebben. Dus dat is het bottom-up verhaal, wat er net eigenlijk ook op ter sprake kwam. Natuurlijk is dat niet bij elk project gewenst, maar is dat in sommige gevallen een hele goede manier. En die omgevingspsycholoog kan heel goed de behoeftes van de toekomstige gebruikers of van de huidige gebruikers een renovatieproject gaat achterhalen. Die zijn daarin gespecialiseerd. En ook heeft de psycholoog maar gebruik, die gebruikt verschillende methodes. Die heeft deze veel literatuur, dus er zijn onderzoeken gedaan. Die kan observeren, wat heel erg leuk is. En natuurlijk heb je de mogelijkheid om interviews te gaan doen met toekomstige of de huidige gebruikers. Dan ga ik weer een stapje verder. Op dit moment zijn mijn persoonlijke behoeftes verdeeld over deze drie dingen die jullie hier zien. Helemaal links zien jullie techniek. Ik heb dus lesgegeven in TUDEL. Op een gegeven moment ben ik een uurtje in de week op een basisschool gaan lesgeven in techniek. En dat vond ik heel erg leuk. Op een gegeven moment kwamen die roosters niet goed overheen. Toen was ik een keuze, maar ik heb toch voor die basisschool gekozen. Omdat ik daar echt creativiteit zag. Dus je wordt toch, jullie, de studenten op de TUDEL, toch gauw krijgen er veel oogkleppen op. Ik ga op die manier verder, maar daar bij de gekste dingen tegenkomen. En ik vind het heel leuk om daarmee aan de slag te gaan en daar projecten mee te doen. Dat doe ik op scholen waar kinderen niet vanaf huis meekrijgen. Die gaan niet naar een techniek museum bijvoorbeeld, of die komen hun wijk eigenlijk niet uit. Dit is een school in het Laakkwartier, waar ook altijd met voetbalwedstrijden zijn, nogal wat de rotzooi vaak is. Nou, dat is heel erg leuk om met dat soort kinderen te werken en dat zij dan ontdekken dat ze eigenlijk ontzettend creatief zijn en waar menig bouwkunststudent dat van zou kunnen leren. Dan het plaatje helemaal recht. Zien jullie iemand springen over een logo van de Dag van Architectuur Den Haag. Dat organiseer ik mede in Den Haag. Op die manier ben ik op een afstandje met het vak architectuur bezig. Is een hele leuke manier. Dus dat denk ik, maar stilstijd is daar een beetje in teruggekomen. Dus het leuk vinden van het dingen organiseren. Dus die behoefte zit daar heel erg in. Er zit natuurlijk ook een maatschappelijke behoefte in. En omgevingspsychologie komt daar eigenlijk ook wel vaak in terug. Kijk, als je met de verschillende gebouweigenaren praat. En dan het bureau Designing Memory. Dit is dan het boek van mijn vrouw, waar ik het net al over had. Dat gaat dus over gedenkgebouwen. En daarin help ik haar. En met name, zij komt uit Bosnië. Dus als er projecten zijn in Nederland, ben ik degene die vaak naar heel veel vergaderingen moet gaan. Bijvoorbeeld ben ik nu betrokken bij de wensen van voor het Srebrenica monument in Den Haag.
waar ik dan zowel met de overlevenden van Srebrenica als de Dutch Wetters, als nou ja, de burgemeesters en de ministeries aan tafel zit over hoe dat dan daar te komen. Daarom ben ik nu ook niet in Nederland. Ik ben via Nuremberg, omdat daar een rechtbank is, wat een goed voorbeeldproject is, naar Sarajevo gegaan. Dus ik zit nu in Sarajevo, dus vandaar dat jullie mij online zien. Dus in mijn huidige werk heb ik eigenlijk de verschillende behoeftes die ik als persoon heb, kan ik daarin kwijt. Dus bij het lesgeven op de basisschool heb ik mijn sociaal-maatschappelijke behoeften, kan ik daar heel erg in kwijt. Plus de creativiteit. Bij Designing Memory zit het intellectuele heel erg in. En komt ook het vak omgevingspsychologie heel goed van pas. En zoals ik net al zei, bij de dag van Actie Den Haag, de organisatorische, ook wat maatschappelijke daarin. En er zit ook wel een sociaal aspect in. Voor de dag van Actie Den Haag, heel leuk voor studenten. Ik laat hem heel even zien, heel, heel klein beetje. Wij zijn op zoek naar gidsen. naast je studie wil doen, wat heel erg leuk is en waar je wat van leert en waar je misschien tot heel andere carrière stappen gaat maken, doen, hebben we heel veel gedaan. Ik heb het zelf eigenlijk ook vroeger in Rotterdam gedaan en dat is hartstikke leuk. Maar ik ga hem gauw weer weghalen. Maar je kan je dus aanmelden, paul@evda. Hoe kun je dat bekomen? Leuk door ministerie over. En daarom krijg je ook nog wat geld. Nou, ik denk dat dit wel redelijk binnen de tijd zit. Maar ik denk dat het wel goed is dat er nog wat tijd is voor vragen, dat soort zaken. Dus daar wou ik het laten. Ik denk dat ik een vraag zou krijgen of niet. Ja, misschien aangezien Paul nu op het scherm staat, als er vragen voor Paul specifiek zijn, dat we die nu even doen in plaats van aan het einde. Ja, hiervoor. Oh, dat kan ook. Ja. Hoe ben je ooit bij techniek terechtgekomen om dat op een basisschool daar les te gaan geven? Want dat lijkt me zo ver weg van alles wat je daarvoor gedaan hebt. Kon je dit verstaan, Paul? Ja, ik kon het heel goed verstaan. Hele goede vraag. Ja. Ik gaf dus al les op, bij jullie op de faculteit en iemand vertelde daarover en zei Paul, ja, dit vind je vast ook hartstikke leuk. Via, zo gaat dat. En dan ben ik eerst een uurtje gaan doen en dat werd uiteindelijk 2,5 dag. En nou heb ik het wel weer wat minder gemaakt. Ja, het kost heel veel energie. Ik heb heel veel respect voor docenten die het voltijds doen, zou mij niet lukken. Ja, het kost wel energie, krijgt wel energie. Nee, maar ik heb het daar ook wel een keer met iemand over gehad van een oud bestuur, die kwam ik tegen. En die zei van, durf je dat wel? Je hebt er heel veel tijd in je studie gestopt, waarom doe je er zo niets? Heb je helemaal niks mee te maken of is het ver weg? Ik zeg, ja nee, het is allemaal niet ver weg. Ik heb geleerd creatief te denken. Nou, met die kinderen kan ik ontzettend creatief denken en oplossingen zoeken en daarin helpen. En ik leer ontzettend veel van hun. En dus ik krijg daar heel veel voor terug. Dus ik hoop dat ik op die manier je vraag goed heb beantwoord. Ja, bedankt. En nog meer vragen? Ja? Je zegt dat de creativiteit mogelijk een beetje verloren gaat wanneer kinderen opgroeien. Waardoor denk je dat dat komt en hoe zou dat tegengegaan kunnen worden? Nou, ook een goede vraag. Ja, kijk, hoe ouder je wordt, hoe meer je ontdekt dat bepaalde dingen niet kunnen. En in het creatieve proces moet je eigenlijk het woordje niet, of dat ook iets niet kan, dan moet je eigenlijk nog niet benoemen. He, in de tijd van studententijd heb ik ook nog heel veel workshops gedaan en ook bij industrieel ontwerpen workshops gedaan. En daar deden ze in die tijd dat heel erg goed.
dat juist dat in de creatieve fase, zoals we dat dan noemen, of de ideeënfase, dat je dat niet moest doen. Dus je moest ontzettend creatief daarin zijn en niks mocht je nog doorstrepen. Het mocht alleen maar gekker en gekker worden. En daardoor kom je tot geniale ideeën. Of kom je tot een oplossing waar je er nog niet over na hebt gedacht. Dus dat helpt heel erg het creatieve proces. En kinderen die hebben die belemmeringen nog helemaal niet. Dat kan alles, bij wijze van spreken. En natuurlijk, op een gegeven moment moet je dat gaan kijken wat wel kan. Maar in het begin kan je tot de gekste ideeën komen. Heel erg bedankt, Paul. Ik denk dat omwille van de tijd we door moeten gaan met onze pauze nu. Maar heel erg bedankt voor je verhaal. En iedereen kan eventjes een drankje halen. Ja. Dat is helemaal goed. Gaan we weer beginnen. Gaan we door naar onze vierde spreker, Mark. De floor is yours. Ja, ik ga even staan. Vind ik iets dynamischer. Ja, ik vond het heel relaxed, maar was even. Nee, het is meer van mezelf. Dan kan ik al wat aanwijzen. Anders, we hebben hier ook een schermpje, maar dat praat een beetje gek. Ik ben Mark Bruin. Ik ben in 2003 afgestudeerd bouwkunde. Dus was nog op de oude bouwkunde. En ik ben daarnaast eigenlijk in 2012 meubelmaker ook geworden. En ik doe eigenlijk een combi van die twee. Dus ik wil jullie even meenemen in hoe mijn carrière gelopen is. Wat ik nu doe, wat ik gedaan heb. En daar wil ik dan ook aan het einde een aantal conclusies. Of die 1 en 1 is 3 voor mij geldt. En nou ja, wat ik jullie daar eventueel van zou kunnen meegeven. Ik ben in 1996 begonnen met studeren, tot 2003. En nou, wat je ziet, ik had in het begin al eigenlijk al vrij snel een fascinatie voor interieur. En dan met name dus eigenlijk de kleine schaal. Dus eigenlijk meer de menselijke maat en eigenlijk meer van binnenuit ontwerpen. Dus ik, ja, dit is een module, tegenwoordig is dat weer anders volgens mij. In ieder geval, daar moest je dus een interieur en daar heb ik ook stoeltjes, meubels ontworpen, een logootje erbij. Dus eigenlijk wel gefocust op het totaal ding. Ook tijdens mijn afstuderen heb ik ook een richting interieur erbij gedaan. Dus je had naast bouwtechniek gewoon architectuur en interieur. Dus daar was ik ook al bezig met dingetjes. En ook het maken is eigenlijk al vrij snel kwam wat erin. Dus die, hier links zie je een maquette. Dat was 1 op 100. Dat was een ding van 3 meter, helemaal een MDF. En dus ik was eigenlijk vooral in de maquettehal te vinden. Dus we hadden net al over die studievertraging, die heb ik daar opgelopen, omdat ik daar gewoon... Ja, je kan zeggen van nou, ik kan met een 7 afstuderen of ik plak er nog een maand aan vast en dan heb je een 8. Dus dat had ik gedaan. Dus ik kon even geen oude bouwkunde foto vinden, maar wellicht hebben jullie dit ook, dat je daar graag bent. In 2003 ben ik bij mijn afstudeerdocent interieur, ben ik ook 3 dagen later aan de slag gegaan. Het was een heel klein bureau, ik was nummer 3. En daar was echt ook de focus op kleine schaal. Dus was allemaal ook eigenlijk wat ik in mijn afstuderen en tijdens mijn studie al het leukere deel vond. Dus ook veel meubels. Dus je ziet hier, hier zo dit soort dingetjes dus doorsneden. Dus als iemand zit, als iemand staat, wat is je contact? Dat vond ik heel fascinerend en dat ben ik eigenlijk ook blijven doen. Dus eigenlijk ook het oog voor detail, zeg maar, is hier denk ik wel ontstaan. Vervolgens ben ik in 2006 dus naar een groot bureau gegaan, Atelier Pro in Den Haag. Dat waren toen 60 mensen, dus dat was een heel andere dynamiek. En dat was ook een veel grotere schaal. Dit is een Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Daar heb ik aan een ziekenhuis gewerkt en toen was ik eigenlijk dus net 3 jaar bezig. Maar toen had ik dus wel de verantwoordelijkheid voor bouwdeelverpleging, dus eigenlijk de beddenhuizen. Dus dat was iets van 20.000 vierkante meter. En dan kreeg je inderdaad de constructeur, installateur, bouwfysica, alle disciplines kwam daar bij elkaar. Dus het was een heel leerzaam traject, dus daar heb je echt de grote schaal, dus van buitenaf wel naar binnen. Maar ook daar was ik eigenlijk heel snel, wat ik eigenlijk het leukste vond, is hier links
Toen waren smartboarden net in, dus dat je zo kon tekenen en dan verscheen iets later verscheen dan zo'n lijn. Dus het is niet heel netjes. Maar wat wel leuk was, dat je, ik heb heel veel gebruikersoverleg gedaan, ook heel veel geleerd. Dus je werd ook eigenlijk, later ben ik ook, omdat ik heb uiteindelijk 7,5 jaar van begin van schets tot oplevering aan het ziekenhuis gewerkt. Dus ik was eigenlijk een ziekenhuisspecialist en zo ben ik ook bij mijn huidige werk terechtgekomen. Maar wat ik dus ook heel leuk vond, was eigenlijk dus weer die menselijke schaal van als je dan in je bed ligt, hoe heb je contact, hoe kan je zitten, kan je naar buiten kijken, dus heb je een lage borstwering, een hoge borstwering. Dat soort dingen hebben mij altijd wel getriggerd. Dus eigenlijk die kleine schaal, die zat er altijd in. Ik weet niet of sommige mensen, als ze dit merk kennen, dan, hier ging mijn hart ontzettend veel harder van kloppen. En dat is eigenlijk mijn eerste aankoop geweest, samen met de bovenvrees, dat is een invalzaag. En toen in 2008... Ja, sorry, dat is... In 2008 is het dus voor mij begonnen als meubelmaker. En in eerste instantie was ik heel autodidact. Dus ik ben gewoon aan de slag gegaan. En dacht ik, wow, dit is gaaf. Mijn broer die had ook een meubelmakeropleiding gedaan. En ik vond gewoon het feit dat je iets creëert met je handen, iets fysieks, dat vond ik echt gaaf. Dus toen ben ik aan de slag gegaan. Heb een lamellofrees gekocht om verbindingen te maken. Wat je hier ziet, die zogenaamde koekjes. Heb ik in de woonkamer een kast gemaakt, die er nog steeds staat. En dit stoeltje is eigenlijk een soort remake van de Steltmanstoel van Rietveld. En dan helemaal, ik kan het niet zien, maar hier is een gulden snede proef. En wat ik dus mooi vond, dit hier zijn eigenlijk de aanzichten van de stoel. En dat gewoon grafisch, gewoon lekker beeld. Toen op een gegeven moment had ik die elektrische apparaten, handgereedschap wel aardig onder de knie. Volgens mij maakte ik mooie dingen, tenminste mensen waren enthousiast. Maar ik wilde eigenlijk het vak leren, zeg maar, het ambachtsvak. Dus toen heb ik naast mijn werk, ik werkte 4 dagen toen nog bij Atelier Pro. En de 5e dag, dat was eigenlijk mijn papadag, want ik had inmiddels 2 kinderen. En die waren van 2005 en 2008, dus basisschool. Dus dat was wel een serieuze stap, want je ging dan een deeltijdopleiding doen, duurde 2 jaar. Dus ging op vrijdag naar school en op maandagavond, dus dat was praktijk, en op maandagavond theorie. Dus dat was wel een financiële investering, maar ook gewoon een investering in tijd. Hè. Dus wel een belangrijke keuze. En mijn vrouw moest daardoor ook meer thuis zijn voor de kinderen, dus daar hebben we het wel over gehad. Maar dit was wel iets waar mijn hart lag. Dus je leert daar echt het vak van je schaaf afstellen en dit hier, dat is dan hier weer het verbindingsstukje. Ja, dat is zo lekker om bezig te zijn, de geur van dat hout. Zwaluwstaart, allemaal maatwerk eigenlijk. Dus dat heb ik in 2 jaar afgerond, die opleiding. En dan ben je meubelmaker. En het leuke, als je meubelmaker bent, want ik zat met allemaal gemotiveerde mensen die deeltijdopleiding deden, want die willen allemaal, iedereen was heel erg enthousiast en gemotiveerd. Alleen uiteindelijk kunnen die mensen wat maken. En omdat ik natuurlijk bouwkunde had gedaan, kon ik ook ontwerpen. En dat maakte de combinatie wel heel erg leuk. Dus dit is een opdracht, en ik heb hem hier ook bij me. Je moest eigenlijk een side table maken. En er zaten een aantal technieken moest je erin doen, moesten erin verwerkt worden. Dus er moest massief hout in, er moest plaatmateriaal in, er moest een schuivend deel in, er moest een zwaluwstaart erin. En ik dacht, een side table hadden we niet nodig. Maar mijn dochter die las Suske en Wiske, ik weet niet of dat kennen, een stripboek. Dus deze is Suske en Wiske proof. Die kan daar perfect in. En daarnaast is deze... Ook deze gulden snede is vind ik zelf een hele mooie verhouding. Dus dit hele kastje is helemaal gulden snede proef. En ook de achterkant, ik vind het zelf altijd mooi als een meubel. En dat is ook in de architectuur als iets niet 2D bekeken wordt, maar 3D. Dus dat die alzijdig mooi is. Dus in de achterkant heb ik ook een infrezing gemaakt, waardoor die niet echt een voor- of een achterkant heeft. Dus hier zie je eigenlijk dat proces waarbij je linksboven... gaat naar de winkel om een enorme balk te kopen waar je denkt van daar kan ik mooi stuk uithalen, zit een mooie tekening zit daarin. Je ziet hier het verbinden van dingen. Dit is allemaal handwerk, dat is gruwelijk veel werk, maar uiteindelijk gaat echt op 10 millimeters passen, het een soort van naadloos in elkaar. En uiteindelijk heb je dan dit kastje
met dit beeld. Toen werkte ik inmiddels bij CPZ en daar heeft die fotograaf, dit was ook het onderkomen van CPZ, heeft die foto's gemaakt waar ik wel blij mee was. En dat was op zich wel leuk, want je had dus via social media, ik had toen een Facebookpagina waar ik eigenlijk een soort portfolio. En toen werd ik dus door VT Wonen benaderd voor een fotoshoot voor dat kastje. Dus toen stond ik in één keer in het kersteditie. Maar dat was wel een hele leuke ervaring met die kastjes in de auto naar Tilburg. Een hele dag zoet. Maar goed, inmiddels was het dus. Ik was eigenlijk begonnen in mijn kleine schuurtje aan mijn huis. En dat was, ik denk 1,5 bij 2, waar precies een lineaal omhoog geklapt kon worden tussen kastjes. Dat was allemaal heel krap. En toen had ik eigenlijk een grotere opdracht. Het was een bureau van 5 meter. Dus toen is mijn vrouw en kinderen, die zijn een weekend weggegaan. Dan kon ik de woonkamer confisceren. Maar uiteindelijk ben ik in 2015 via mijn ouders via bij iemand terechtgekomen. Die woonde in Den Haag en die woonde boven en beneden had hij een werkplaats. En dat was eigenlijk meer van, joh, maak eens kennis. En ik had wel eens iets van, ja, is dat nou wat? En dat bleek uiteindelijk een gouden koppel, denk ik. Dus we doen eigenlijk sinds 2015, ik maak de ontwerpen en doe het, de randzaken eromheen, de facturen en de belastingen en toestanden. En hij helpt mij en we zitten ontzettend op één lijn. Ik huur hem eigenlijk in. En daar hebben we ook samen geïnvesteerd in een formaatzaag en andere apparatuur. Dus dat was echt top. En wat op zich leuk is, dat eigenlijk wat je bij de architectuur ziet, als je een project doet, dat doe ik hier dus eigenlijk ook van acquisitie. Dus je moet werk verwerven naar het klantcontact, een offerte, een planning, het ontwerp maken, de materialen uitzoeken, proefmonsters maken, kleuren opzetten, het uitvoeren, het plaatsen op locatie, het opleveren, facturen sturen. Maar ook daarnaast de boekhouding en de belasting. Dus al met al heb je eigenlijk best wel een verantwoordelijkheid. Want mensen betalen wel, wat Mathieu ook zegt, het is gewoon allemaal maatwerk. Het betaalt gewoon serieus geld. Maar het is wel ontzettend leerzaam. En dit, het komt eigenlijk, het is een soort kleine verhaal van als je een gebouw doet, zeg maar. Dus ik ben in 2013, dus toen was eigenlijk tijdens mijn opleiding, ben ik geswitcht. Toen ben ik naar CPZ gegaan. Daar werkte toen iets van 40 mensen, inmiddels zijn dat er meer dan 100, dus ook enorm gegroeid. En ook daar was het in eerste instantie weer vrij grote projecten, dus eigenlijk weer gewoon als bouwkundig. En ik ben er toen eigenlijk als ziekenhuisspecialist binnengehaald. Dus ik heb heel lang aan Medisch Centrum Alkmaar gewerkt. Uiteindelijk is daar de stekker uitgetrokken. Helaas, niet gebouwd, maar deze dingen is een kleine greep. Maar ook binnen CPZ ben ik eigenlijk vrij snel vanwege mijn achtergrond als meubelmaker richting de vaste inrichting gegaan. En we binnen CPZ ook CPZ Interieur. Dus ik ben eigenlijk, hebben ze me daar gevraagd, ben ik daar aangehaakt. En ik was een beetje de spil, of ben, tussen aan de ene kant het bouwkundige, aan de andere kant het interieur. En dan met name de vaste inrichting. Dus eigenlijk alles wat gemaakt wordt door een interieurbouwer of meubelmaker. Dus dit heb ik niet gemaakt, wel ontworpen. En wat ik ook hier weer, dus dat zie je ook bij dit soort tekeningetjes, gaat heel erg om als iemand, dus eigenlijk de beleving van de mens, dus de mens centraal, hoe zit je daar en wat komt er op je af als iemand in een rolstoel zit, hoe benader je die? Dus eigenlijk dat aspect en dat samen met integraal ontwerpen, dus hoe kunnen ook alle installaties, alle AV en ICT, allemaal geïntegreerd worden. Dus je zit met verschillende mensen aan tafel, die gebruikers, maar ook de disciplines voor AV, ICT, om uiteindelijk een ontwerp te maken waar dat niet overal kabels hangen, maar dat het gewoon mooi geïntegreerd is. Dit is een ontwerp voor een Kmarboot, de Koninklijke Marechaussee op de Schiphol. Dat is de A-pier, is een nieuwe pier, hebben we een ontwerp voor gemaakt. En dit is ook een ding waar heel veel bij elkaar komt. En wat ik net ook zei, ik probeer het altijd van 3D te kijken. En dan ook van hoe maak je dit. Dus deze AXO is echt, bij CPZ werken we heel veel met kit of parts. Zowel in gebouwen. Dus we maken gebouwen die demontabel zijn, die je over een tijd weer weg kan halen. En datzelfde doen we dus ook in de vaste inrichting. Dit ding is helemaal opgebouwd uit elementjes. En je ziet hier links, dat zie je eigenlijk niet, maar dat is wel zo. Heel veel detail zit erin.
En datzelfde geldt ook voor die boots, die zijn dus geschakeld met deuren. Er zit heel veel techniek in die uiteindelijk allemaal weer in dit dingetje samenkomt. Dus ik zit met die, eigenlijk met de bouwer aan tafel. En daarmee kan je dus ook, omdat je weet hoe dingen gemaakt worden, uit eigen ervaring, kan je dus ook de kwaliteit bewaken, zeg maar. En dat vind ik zelf een heel groot voordeel. Wat wel is, in mijn geval, maar dat is puur spreek voor mezelf, is, zeg maar, ik ben denk ik begonnen als generalist, hè, dat je echt op gebouwniveau bezig bent. En met die opleiding tot meubelmaker ben ik denk ik meer naar specialist gegaan. En ik doe dan nu bij CPZ heel veel bouwkundige fit-out, dus dat gaat over hoe deuren flush in elkaar liggen met wanden en ook meubeldetails. Dus dat is wel waar ik op focus, maar dat is wel een iets wat in mijn carrière, zeg maar wel, dat je eigenlijk een beetje gaat zoomen. Dus eigenlijk in plaats van breed ga je eigenlijk meer de diepte in, zeg maar. En dat geeft me wel binnen CPZ een unieke positie, omdat ik zeg maar twee disciplines kan koppelen. Dit is een project van CPZ, was een heel tof project. Dat witte pandje is een oud grachtenpand in Amsterdam. En die werd helemaal gestript van binnen. En daar hebben we eigenlijk, wij noemen dat furnitecture bij CPZ. En dat is wel iets waar ik zelf veel mee bezig ben. Dat is eigenlijk een combinatie van furniture en architecture. En dat in elkaar. Dus wat we hier gedaan hebben is eigenlijk een meubel wat door drie verdiepingen heen steekt, erin gezet. En daarmee, dat zijn eigenlijk ook de wanden. En daar zit de wc, er zit installatie in, zit circulatieruimte in, zit een boekenkast in. Daar komt alles bij elkaar. En dat verbindt eigenlijk dat hele pand. Dus dit hier is de trap. Er was het hieronder nog een monumentale trap, dus die moest blijven zitten. En daarboven, dus van de twee verdiepingen daarboven, hebben we een trap ontworpen. Ja, het is echt een masterpiece. Heb ik dus niet zelf gemaakt. Maar dus wel vaak naar de werkplaats geweest met de interieurbouwer. Dat ding is helemaal geprefabbed en uiteindelijk daar in stukken in elkaar gezet. En dan zit je dus echt te kijken van hoe sluiten dingen aan en hoe kunnen we dingen waarborgen. Dus ook alle nerven op de tekening van het hout loopt overal op de treden door. Dus dit was ook iemand met heel veel geld. Nu iets minder, maar... Maar dat zijn dus ook, dan krijg je op een gegeven moment een fotootje en daar leg je dan even zo van, hoe gaan we dit hoekje oplossen? Want dat is natuurlijk bij zo'n oud pand, waar op locatie dingen gedaan worden, kom je ontzettend veel tegen. Dus dan maak je even een schetsje, stuur je weer terug, dat is hout, de rest is wit. En zo communiceer je eigenlijk. Dit is hoe het was, dus helemaal gestript. En dit is de badkamer. En wat je hier ziet is ook dat we eigenlijk dus het monumentale deel hebben we eigenlijk intact gelaten, dus de constructie. En daar hebben we alleen dingen aan toegevoegd, maar we blijven eigenlijk overal los daarvan. Dus dat zie je hier ook. Dit bed staat dus eigenlijk los van de constructie. Dus hierboven kan lucht eruit, hier kan lucht aangezogen worden en dan gaat lucht naar beneden. Dus we lossen eigenlijk alle installatie van dit huis, is volledig airconditioned en alles is remote controlled. Zit eigenlijk allemaal in die meubels opgelost. En hier links zie je dan, zeg maar, waar je dan in die werkplaats van gaan we het in verstek doen of gaan we het koud doen. En er zit hier een latje op de kopskant, zodat als je dat tegenaan steekt, heb je dan wel massief hout. Dus wat hier staat, it's in de details, dit huis is volledig, hier zie je ook een randje van 2 centimeter met een stootstripje, wat eigenlijk overal in al die meubels doorloopt. Dus er zit ontzettend veel detail en ook in de uitwerking. Het is echt een enorm project geweest. Nou, dit is hoe dat zoldertje was. Best wel donker en dicht. En we hebben hier dus heel minimalistisch alles eruit en gewoon één strakke pui ingezet. De grote vraag is dus, je voelt hem al aankomen, of dit 1 en 1 is 3. Nou, in mijn geval kan ik zeggen ja. Ik heb niet bewust voor het HMC gekozen om mijn carrière een richting te geven. Het was puur uit fascinatie en nieuwsgierigheid en dat hobbymatige idee. Maar het heeft uiteindelijk dus wel richting gegeven, hè, wat ik zeg, van breed ingezoomd. Nou, de furnitecture is een ontzettend fijne combi tussen meubel maken en meubels ontwerpen en de architectuur. De kennisuitbreiding heeft er ook voor gezorgd dat is heel bruikbaar in de architectuur, want je bent ook een serieuze sparringpartner voor de interieurbouwer, want die neem je serieus en dus je wordt niet weggestuurd van dat kan niet, want zeg dan heb je gewoon voorbeeld van dat kan prima. Dus mensen, neem je serieus en daardoor krijg je ook dingen voor elkaar.
En omdat het een unieke combinatie is binnen het bureau, ben ik ook breed inzetbaar. Dus als er even bij wijze van geen vaste inrichting is, kan ik ook gewoon bouwkundige dingen doen. Ja, ik vond het sowieso heel leuk en ook het verbreden van je horizon om een extra discipline, een vak te leren, überhaupt weer naar school gaan, was ook heel leuk. En ik kan dus ook die kwaliteit bewaken. Dus wat je net zag in dat grachtenpand, doordat je er echt bovenop zit, en er was hier ook budget voor, kan je gewoon een ontzettend hoog niveau halen. En de combinatie, dus ik werk 4 dagen bij CPZ en 1 dag voor mezelf. Dus veel met je hoofd en beeldschermwerk en 1 dag gewoon in de werkplaats. Dat is echt heerlijk. En daarmee het zelf maken is ook het zelf ontdekken en zelf uitproberen. En die kennis neem ik dan ook eigenlijk weer mee naar mijn architectenwerk. En dus de combinatie tussen maken en ontwerpen, dat is ook voor mensen waar ik op vrijdag voor werk, zijn meestal particulieren. Je hebt eigenlijk alles in eigen hand. Dus ik zeg eigenlijk altijd, u hoeft alleen de deur open te doen en de rest doe ik of dat doen wij. En dus dat maakt het voor mensen ook dat ze denken, oké, je moet eerst een ontwerp en moet die dat maken. En die, wij doen eigenlijk gewoon alles. Heb ik nog heel even? Het laatste, nog even, dit is mijn eigen huis. Is eigenlijk een rijtjeshuis, niet heel bijzonder, maar het was dus vrij smalle keuken, een smalle hal. En wat we hier gedaan hebben is eigenlijk een wand tussen de keuken en de hal weggehaald. En er 1 meubel neergezet. En dat leefde eigenlijk maar 12 centimeter op. Alleen als je zeg maar 1,10 meter hebt, is 12 erbij is best wel veel. En dat heeft goed uitgepakt. En het idee is, je zit hier zeg maar, is de woonkamer. Dus we wilden die lange zichtlijn wilden we houden. En we wilden deze wand wilden zo vrij mogelijk houden. Dus geen bovenkastjes. En de keuken wilden we zo weinig mogelijk keuken laten zijn. Dus we hebben eigenlijk alle apparatuur zit hierin. En hier zit dus oven en koelkast, dus dat is diep. En verderop zit de opslag. En dat is ondiep. En daarmee heb je dus eigenlijk dat je in de gang krijg je een nisje waar je weer garderobe hebt. Dus dit is weer dat vermeubelen eigenlijk van architectuur, zeg maar. Waarbij je dus ook, form follows function, vind ik hier wel tot zijn recht komen. Je ziet hier ook al een naadje nerven, dat komt allemaal uit 1 plaat, dat loopt allemaal netjes door. Dingen zijn minimalistisch ingebouwd, daar, ja... Dat vind ik. En dat is dus ook, als je dit voor iemand moet doen, dat kost goud. Maar als je het in je eigen huis doet, dan kost het wel tijd. en dat vond ik trouwens ook hier bij die doorkijk. Dus dat, die doorkijk, die zit dus van de keuken naar de hal. Dat maakt eigenlijk ook, dat was ruimtelijk een ontzettend fijne ingreep. Dus we hebben, een beetje aan het prutsen. We hebben de apparaten, dus koffie, thee, waterkoker, en dat zat allemaal hier. Maar doordat je in die keuken dat zicht hebt en ook het licht in de gang, werkt dat eigenlijk een vrij smalle ruimte, wordt daardoor veel ruimtelijker. Daarnaast, dat was de begane grond, hebben we 2 jaar geleden ook een verdieping erop gezet. Dus die ruwbouw heb ik laten doen. En vervolgens zijn we binnen, werd het zeg maar, helemaal met OSB opgeleverd, hebben we daar afgewerkt en... Nou ja, dat was dus echt van ruw naar fijn. En nou ja, daar zijn we dus ook aardig, het is niet zo heel goed te zien, maar aardig losgegaan, denk ik. Dus ja, wat ik zelf altijd mooi vind, als dit is eigenlijk opgebouwd uit allemaal panelen, waarbij dit een deur is en dat een deur is. En door eigenlijk de naad uit de hoek te halen, zeg maar, krijg je dus niet een standaard detail. Dus je ziet hier, deze deur heeft hier een kleine infrezing en dat is dus ook waar die deur open doet. Dus dan gaat die eigenlijk overhoeks open. En datzelfde geldt ook, even kijken, voor dat bureautje. Daar zit dus ook het naadje uit de hoek. En daarmee heb je dus niet een eindstuk, maar heb je eigenlijk een detail wat overhoeks doorloopt, waardoor die eigenlijk alzijdig mooi is. En dat je dus eigenlijk 1 detail hebt wat aan de voorkant en aan de achterkant doorloopt. Dus... Ik was eigenlijk, deze foto, dat is een stoel die ik ontworpen en gemaakt heb. Dat, ja, die past volgens mij prima in die architectuur. Dus ik zou zeggen, prima combi. Als jullie nog meer willen weten, dan willen zien, dan heb ik nog een Insta-account. Dankjewel voor jullie aandacht. Ja, Mark, dankjewel. Alsjeblieft. Zou ik de point mogen? Ja, dan gaan we. We hebben natuurlijk nog een stelling om de spreker mee af te sluiten. Bouwkunde heeft bij mij interesse in andere vakgebieden opgewekt.
Hoe zit dat in de zaal? Een beetje half-half weer, volgens mij. Ja. Voorzichtige handjes. Ja, zeker, maar dat was denk ik wel duidelijk. Ja. Ja. Zijn jullie hebben natuurlijk allemaal een tweede discipline. Dus sommigen zijn er na de studie mee begonnen. Merkt jullie, als jullie terugkijken naar de studietijd, was er toen al een spoor van, oh ja, dit wil ik later wel gaan doen? Dit wil ik erbij gaan doen? Ja, bij mij is het een beetje andersom, dus ik... Dat horen we zo. Ja, als ik stress had voor een tentamen of een project, dan zei ik altijd dat ik tuinman wilde worden. Maar dat was meer een escape in mijn gedachten dan serieus. Okay. En ik vond al tijdens mijn studie dat er best dat er dingen ontbraken voor mij in de studie. Dus die heb ik wel aangevuld, ja. Mooi. Ja, dus het is niet zozeer de bouwkunde, denk ik, dat interesse, maar dus het gebrek aan wat er aangeboden werd in bouwkunde. Nou ja, zo kan niet het ook. Niet om heel kritisch te zijn. Toch, dat kan misschien bij jullie ook zo zijn geweest. Ik heb even altijd de behoefte om er dingen bij te blijven doen, hoor, dat wel. Ja. Dus ja, maar ik weet niet of dat nou specifiek... Ja. Bij jullie is die combinatie wat voor de hand liggen. Dan vind ik het een beetje in elkaars verlengde liggen. Dus ik weet niet of het echt een andere interesse is dan maar meer een soort verbreding. Nou, dan gaan we nu door naar jouw verhaal, Patricia. Last but not least. Ja, last but not least. Ja, wel heel anders. Maar goed, denk ik moet ik staan of zitten, hè? Want dat durft nou eigenlijk niet meer te blijven zitten. Dus misschien straks even. Dit ben ik. daar en daar. En ik was eigenlijk in het blokje topsporter was ik neergezet. Ja, maar ik ben dan even topsporter met een artistiek of creatief randje. En ik denk dat mijn verhaal ook best wel door een topsporter verhaal verteld zou kunnen worden. Dus dat komt er wel goed. Jullie vraag was ook een beetje van hoe heeft jouw andere beroep je carrière beïnvloed? Nou, bij mij heeft het nogal tot chaos en een grote zoektocht geleid, zal ik maar zeggen. Je weet natuurlijk, als je danser wil worden, moet je daar heel vroeg mee beginnen. En had op de middelbare school was ik al heel lang aan het dansen en toen wilde ik eigenlijk naar de vooropleiding van het conservatorium in Den Haag. Dat is eigenlijk wel een beetje het meest prestigieuze wat je kan willen. Dus mijn ouders dachten, we gaan. En toen werd ik dus aangenomen. En dat betekent dat ik dan als klein meisje in een gastgezin in Den Haag moest. En we woonden zelf in Utrecht, dus mijn ouders zeiden nou, dat feest dat gaat niet door. Dus toen dacht ik, wat moet je doen als kind, hè? Dus ik ging maar gewoon braaf VWO afmaken. En ik ben in Eindhoven technische bedrijfskunde gaan studeren. 2 jaar, maar op de balletschool daar, want ik bleef natuurlijk wel altijd trainen, waren ook meisjes die gingen toch nog naar een dansacademie. Niet in Den Haag, maar er zijn heel veel dansacademies. Dus uiteindelijk dacht ik gewoon, ben ik volwassen, pa, zoek het maar uit. Dus toen ben ik in Tilburg gaan studeren, daar is die foto ook van. En ik heb daar jazzdans en modern jazz en moderne dans gestudeerd. Maar ja, je weet natuurlijk als danser, dat kan niet eeuwig duren. En dat weet je eigenlijk vanaf het begin af aan al. Dus je moet al denken van, wat is het leven na de dans? En aangezien ik al 2 jaar bedrijfskunde had gestudeerd, dacht ik, nou, ga ik dat doen? Heb ik in ieder geval altijd een boterham. Dus toen ben ik afgestudeerd als bedrijfskundige in Eindhoven. En ik ben toen eigen bedrijfje begonnen. Heb als consultant of managementadviseur, hoe noem je dat? Bij heel veel bij ministeries en allerlei overheidsinstellingen rapportjes geschreven. Nou, dat was toch niet echt het creatieve vak waar ik naar op zoek was. Ik ging ondertussen nog om het dan een beetje up te spicen, ging nog een paar jaar bouwkunde studeren. Bestuurskunde ging ik eerst nog studeren. En ik heb nog hier een jaar bij Center for Peoples and Buildings gewerkt. En ik heb nog een jaar promotieonderzoek gedaan in Eindhoven, want ik dacht, ja, dit is toch eigenlijk allemaal niet. Dus ik dacht, hoe kan ik dit nu een beetje weer leuk maken? Dus toen dacht ik, als ik nou docent word, dan kan ik 's avonds toch iets met dans doen. En dan kan ik ook gewoon normaal mijn werk blijven doen. Dus dat leek me wel ideaal.
Toen ben ik dus deeltijd 2 jaar in Rotterdam op Codarts docentendiploma gaan halen. En dat ging eigenlijk best wel een tijd goed, maar ik vond toch dat werk overdag, dat bleef toch een beetje niet iets wat ik echt graag wilde. En toen ben ik dus bouwkunde gaan doen en rapapa, dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Ik doe ook nog wel iets met dans, maar ik denk dat in bouwkunde een beetje en die techniek en dat creatieve bij elkaar is gekomen. Dus eigenlijk is het in die zin nog wel goed gekomen. Klinkt nog niet gelijk als 1 en 1 is 2. Ik zeg net, kan ik overal pointen? Ja, de vraag is natuurlijk een beetje van als je nou danst en je hebt dan je bent architect, waar zou die overlap dan kunnen zitten? Nou, hier zie je dat dans echt letterlijk in architectuur komt. En rechts is een stuk van Stephen Hall. Dat is een architect die maakt dans... waarbij het eigenlijk gaat over architectuur, onder architectuur, in architectuur. Dus dat komt ook wel eens voor. En daaronder zie je ook de gulden snede en labandtechniek. Dat gaat ook over vormen en lijnen. Dus je denkt, nou ja, je doet iets creatiefs. Misschien, je kijkt ook naar ritmiek en je kijkt naar compositie. Je kijkt naar lijnen, vormen en je zoekt naar dynamiek. Daar moet toch wel een overlap in zitten. Nou, dat is voor mij in ieder geval niet gelukt. Dus dan is de vraag, ja, wat kan je dan wel leren van je dansen? En ik heb wel wat geleerd daarvan. Misschien is het meer een soort algemene levensles wat je overal wel toe kan passen. Misschien is het ook wel een open deur. Maar ik vind bij dans en bouwkunde vind ik het, de overlap is eigenlijk dat het een soort, dat het een beetje als een soort creatieve beroep wordt gezien of artistiek. En daar ligt altijd wel heel veel nadruk op talent. En ik dacht, er zijn toch talenten, er zijn toch stellingen hier, dus ik zal ook even een stelling erin gooien. Dat het belang van talent als factor voor succes eigenlijk een beetje wordt overschat, vind ik. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd, dus het is meer hoe ik het een beetje heb ervaren. En het is natuurlijk ook de vraag, hoe definieer je succes? Hoe definieer je dan talent? Talent is natuurlijk een beetje ongrijpbaar. Dus ik heb dat even vertaald als aanleg. Want voor dans moet je bepaalde fysieke aanleg hebben. Je voeten, hoe je bent uitgedraaid, je rug. Nou, dat moet allemaal een beetje oké zijn. Je moet een beetje muzikaal zijn. Je moet je docent na kunnen doen. Dus je moet een soort papegaai zijn. Je hebt wel de spiegel als hulp. Maar als iemand zijn arm omhoog doet, dan moet je snappen dat dan bij jou dan ongeveer zo uitziet. Dat moet je allemaal een klein beetje al hebben als aanleg. En je moet heel veel passie hebben, want je begint natuurlijk heel vroeg en je moet dat altijd maar blijven doen. En dan sta je weer aan die bar en dan denk je... Lalalala. Dus daar ben ik als 11-jarige, daar vond ik het al heel erg leuk. En je moet natuurlijk heel veel discipline hebben, want je staat daar maar aan die bar, aan die bar, aan die bar. En uiteindelijk denk ik dat die aanleg wel belangrijk is, maar die discipline en dat trainen, daarmee kun je heel veel van... dingen die je misschien van jezelf niet zo heel erg goed hebt, kun je daar wel toch mee tot uiting laten komen. En ik heb uiteindelijk in mijn klas heel veel mensen gezien waarvan je denkt, nou dat lijf dat zit niet zo heel erg mee. En die werden toch heel goed. En mensen waarvan je dacht, nou die is gewoon geboren voor dansen. En dat werd dan toch niet zoveel. En daarnaast, ja, jullie kunnen die kleine lettertjes niet zien. Maar daar staat, ik het even voorlezen. Ja, je moet ondernemend zijn, je moet dingen doen, je moet mensen gaan zien. Hè. Je moet, als je audities wil doen, moet je wel audities vinden. Wil je geen audities doen, misschien wil je een eigen company beginnen of een eigen project beginnen. Dus je moet er echt gewoon op uit. En dat maakt eigenlijk dat succes zoals ik het definieer, dat je namelijk met dat wat je heel leuk vindt ook je brood kan verdienen, dat lukt. Je kan prachtig kunnen dansen, maar als je thuis zit, dan vind ik het nog steeds niet echt een succes. En ik denk eigenlijk dat dat ook wel een beetje geldt voor als je bouwkunde wil studeren. Talent, ja, je moet wel een klein beetje ruimtelijk inzicht hebben, hè, dat is wel handig. En je moet een beetje brede interesse hebben, want er zit een beetje kunstzinnigheid, een beetje techniek, iets met mensen. Dat is ook altijd fijn als je dat hebt. Maar daarvoor denk ik ook dat als je gewoon hard werkt en je bent een beetje... Je bent een beetje een kritische blik heb je op jezelf. En je denkt, wat kan ik nou nog meer leren? Of zijn er dingen die ik heel graag wil doen, waar ik misschien wat minder goede kanten ook een beetje mee kan maskeren? Kan ik misschien ergens een specialisme zoeken, dat ik dat andere wat ik niet zo heel erg leuk vind, misschien een beetje kan verstoppen?
En ja, kijk, er is natuurlijk wel zoiets als talent. En dat is ook ongrijpbaar. En dat is dan het sterretje. Er zijn natuurlijk mensen die hebben wel meer talent dan anderen. En dat Snoerjef, dat is een hele bekende danser. En dat Rem Koolhaas, die kennen jullie misschien wel beter. Dat worden wij niet allemaal. En dat is eigenlijk ook helemaal niet zo erg. Dus als je dat niet hebt, dan kan het ook nog wel goed komen. Want ik ben dus uiteindelijk architect geworden. En ik heb bij bouwkunde wel een stage gedaan. Dat is niet verplicht, maar ik vond dat ik dat wel moest doen om iets te leren. En ik heb die stage gedaan, een half jaar. En toen ik afgestudeerd was, dat was ook de crisis, 2013. Toen stond ik daar. Ik dacht, ja, maar wacht even, ik heb 0 jaar ervaring. Ik ben 20 jaar ouder dan de rest, wat nu? Maar toen werd ik gewoon opgebeld door dat bureau of ik ze wilde komen helpen. Dus toen kon ik als 44-jarige met 0 jaar ervaring, kon ik daar gewoon beginnen. Dus dat vond ik eigenlijk best wel toch wel een succes. En nu kan ik dus met dat wat ik leuk vind, kan ik mijn brood verzinnen. En al deze mooie projecten, daar kan ik nu aan werken. Dus als je nou zegt 1 en 1 is 3. Ik denk dat bij mij eigenlijk niet echt zo is dat het specifiek door de dans komt. Maar wel gewoon door dingen te doen en door dingen te ondernemen, kom je er gewoon achter wat je wilt en kan je uiteindelijk gaan doen wat je kan. En ik denk gewoon, you gotta move. Je moet gewoon bewegen. En dan ben ik toch weer terug bij het dansen. Dus dat was het. Ja, heel erg bedankt Patricia voor jouw verhaal. Dan hebben we ook nu weer een stelling, de laatste van vanavond, om het af te leren. Ook disciplines die niet direct aan bouwkunde te linken zijn, kunnen je een betere architect maken. Ja, best wel veel ja's toch weer. Hoe denken jullie hierover? Ik denk dat het zeker waar is. Ik denk dat het namelijk ook als je iets wat niet bouwkunde gerelateerd is, dat je toch je horizon op een of andere manier verbreedt, waardoor je anders naar dingen kijkt en dat zit het altijd dingen in die je weer mee kan nemen in als je iets aan het bedenken bent of ja, met bouwkunde bezig bent. Dus ik denk dat dat zeker waar is, ja. Even die koker-tunnelvisie van bouwkunde even los. Ja, ik denk eigenlijk dat bouwkunde best wel een breed vakgebied kan zijn. Omdat er zit en iets van kunst in, en iets van mensen, iets met sociologie en iets met techniek. Dus ik denk dat als je dan een andere discipline die daar niet gelijk aan raakt hebt, dan kan dat wel inderdaad één van die facetten misschien sowieso toch versterken. Hè? Zoals Paul met zijn omgevingspsychologie, ja, dat raakt ook niet direct aan bouwkunde. Maar je ziet dat hij daar toch een hele mooie crossover in heeft weten te vinden. En dat het je dan toch kan versterken. Ja, maar bij de dansen is dat dan niet zo. Je daar discipline hebt geleerd, ja, die misschien nu ook wel weer. En misschien zie ik ja, toch dat je gewoon een ervaring hebt van iets anders een keer. Dat je soms praat je ergens over, heb je een probleem, denk je, oh, weet je wat ik een keer heb meegemaakt. Ja, dat hoeft helemaal niet direct, al is het maar anekdotisch of zo. Dan gewoon veel verschillende dingen doen. Ik denk dat dat gewoon altijd wel helpt. Ja. De conclusie. Ja. Toch maar eens even kijken wat we eigenlijk hebben geleerd van vanavond. We hebben een hele hoop dingen, een hele hoop verhalen gehoord. Die hebben allemaal een hele interessante carrière gehad. Allemaal begonnen, behalve jij Patricia, op de faculteit bij ons. Of de oude faculteit nog. En de een die vond daar meteen zijn passie en de ander die vond we nou juist niet. We hebben lang moeten zoeken, maar jullie hebben allemaal je passiepuntje gevonden. Ofwel in de architectuur, ofwel in meubels maken. Het is de geur van hout, het samenwerken met mensen. Eigenlijk is de laatste stelling een perfecte samenvatting van de hele avond. Een extra discipline, een extra kracht, een extra vak. Dat geeft je rust en vrijheid en tijd om te samenvatten en te concluderen. Maar tegelijkertijd ook een nieuwe visie voor architectuur, voor stedenbouwkunde, voor onderzoek doen.
is eigenlijk altijd van onuitputtelijke waarde volgens mij. Of zeg ik iets heel geks? Ja, mooi. Of heb je er nog iets aan toe te voegen? Nee, dat was een mooie samenvatting. Ja, dankjewel. Lekker gedaan, Stijn. Dankjewel. Ja. Ja, ik moest hem improviseren trouwens. Dus. Er staat Stijn's improvisatieshow. Heeft iemand een vraag? Ja, wel heel veel, denk ik. Pjotr? Ik heb gewoon een vraag aan Patricia. Ik merk bijvoorbeeld bij mezelf dat ik heel snel mijn spanningsboog kwijtraak met iets waar ik mee bezig ben. Ik vind het heel leuk om gelijk ergens 200% voor te gaan en dan na een paar jaar is het weg. Wat heeft jou uiteindelijk toch wel de stap doen durven zetten om totaal een andere discipline te gaan beginnen? Maar bouwt eigenlijk te gaan beginnen? Ja, nou, ik was dus inderdaad gewoon wel op zoek naar iets wat ik gewoon voor langere tijd kon doen. Waar ik niet zo snel verveeld in zou raken. En ik hoopte gewoon dat een vak zou zijn waar ik en een beetje creatief bezig kon zijn. En ook mijn liefde voor techniek wel in kwijt kon. Want jij zei over, ja, er ontbrak veel. En ik heb het hier ook wel gehoord dat zo'n bouwkunde niet zo heel technisch is, daar kwam ik dus ook achter. Maar bedrijfskunde is wonderbaarlijk gezien wel heel erg technisch in Eindhoven. Dus heel veel dingen die ik weet, dat denk ik, oh, maar dat heb ik in Eindhoven gehad. Dus dat is op zich, dat was dan wel misschien een 1-1-2, 1-1-3'tje geweest. Dat was een gemiste kans. Maar ja, en dat is eigenlijk ook wel geluk, maar ik zie het ook niet als een soort van eindpunt of zo. Dat ik denk van, oh ja, nee, nu ben ik architect en dat blijf ik dan tot mijn dood. Want als je ziet, je kan ook jezelf daarbinnen nog ontwikkelen, zonder dat ik nou gelijk denk van, oh, ik ga ijshockey doen of zo. Maar ik weet niet, ik dacht gewoon van, ik moet iets creatiefs hebben wat ook gewoon een normale vak is. En een ambacht wat je gewoon kan leren. En dat hoor ik hier eigenlijk ook wel, dat vind ik leuk. Dat het niet alleen maar gaat om een soort ongrijpbaar iets van talent en ontwerpen. En dat het ook gewoon een ambacht is. En dat hoopte ik eigenlijk te vinden. En dat is eigenlijk best wel gelukt. Dus, Verder, hiervoor. Nou, ik loop continu tegen dingen dat je niet genoeg kennis hebt. Ja. En ik denk dus, dat ben ik met jou eens, dus bouwkunde, we leren het ontwerpen misschien met de oogkleppen op, maar het is natuurlijk een hele brede opleiding. En je komt dus ook met heel veel verschillende soorten projecten in aanraking. En ineens moet je iets best wel specialistisch van, nou, ik weet, biodiversiteit of ecologie. En ga je dat dan zelf doen? Of ga je dan specialisten en vertrouw je daarop? Dus ik vind dit best wel continu een struggle. Maar dat is misschien met heel veel andere banen ook hoor. Maar dus je zit vaak, vind ik, of in ieder geval in mijn situatie, in dus projecten of processen waar je ineens andere kennis nodig hebt. En die heb je niet. Maar je kunt ook niet alles weten en alles leren. Dus dat is een lastige. Oh, Paul is er weer. Heb je een vraag, Paul? Of wil je even zwaaien? Ik wou iets aan toevoegen. Hoort jullie mij? Ja. Oké. Ik vind het wel interessant dat je zegt van, het is een heel breed vakgebied bouwkunde. Maar ik denk dat, hoe ik het heb ervaren met tijd op de faculteit, dat er heel erg naar jezelf werd gekeken. Dat begon eigenlijk voor het eerste jaar. Dat je bijna een woning voor jezelf moet gaan ontwerpen. En ik denk dat het belangrijk is, omdat het zo'n breed vakgebied is en nog niet eens alles wordt aangeboden op de faculteit, dat je heel goed moet leren omgaan waar je informatie vandaan haalt, welke specialisten je raadpleegt en daar je informatie van gaat krijgen. En
En dat je ook dan zelf gaat kijken welke rol je in dat hele proces in die wereld kan gaan vinden. En daarin zitten we denk ik nu ook wel op een belangrijke overgangsfase, waar we nog niet echt weten wat er kan worden gedaan door de artificial intelligence. Er gaat heel veel dingen veranderen. En daarom denk ik dat het daarin ook goed is dat je daar ook flexibel in bent. Dat je gaat ontdekken van er gaat heel veel veranderen. Waar ben ik goed in? Om het terug te gaan in mijn verhaal, refereer ik naar mijn vader die in Silicon Valley zit. Heel veel mensen denken van die sturen hun kinderen naar school om goed te leren programmeren. Nee, dat doen ze niet. Ze sturen kinderen naar scholen waar ze heel creatief leren denken. Want het programmeren gaat straks wel. Creatief denken is nog iets wat moeilijk te leren is, maar ook dat gaat artificial intelligence voorkomen en beginnen te leren. Dus daar denk ik dat dat voor studenten nu, denk ik van ja. Het is een spannende periode die eraan komt, met heel veel mogelijkheden, denk ik ook. En wees kritisch ook in je opleiding. Ik noem zo nog eventjes noemen. Ik heb onafhankelijk Explorer opgericht, maar Bart voor Dijnen, dat is hier gewoon een rol, dus een goede gesprekleider ook. Dat gezegd hebben, wees kritisch in je opleiding. Als je iets mist, regel het. Want ik kan me voorstellen dat het nu met die studiedruk, dat je dat niet zo snel zou gaan doen. Maar ik denk dat jullie daar echt het recht aan doen. Maar we hebben het verleden gekozen de studenten gewoon de docenten bij mij te spreken uit. Die tijd was in mijn tijd ook niet zo. Maar ik denk dat daar voor degenen die nu in de opleiding is, dat daar best wel soms kritisch naar gekeken kan worden. Dank je wel, Paul. Ik zag net dat er op de tweede rij ook nog een vraag was. Ja, jij maakte tijdens je projecten had je heel veel schilderijen. En daar kwam je uiteindelijk met ideeën uit. Maar was je vervolgens, als je een nieuw project ging maken en daar dan ook tegelijk rekening schilderen, kreeg je op zo'n manier ook weer een soort van verplichting van jezelf om er weer een idee van uit te krijgen ofzo? Uit een side project die je doet? Ja, je vraagt je eigenlijk van, is het een noodzaak dat die twee verbonden zijn met elkaar? Ja, een soort van. Ja, nou, zo zie ik het niet. Nee, het is meer de mogelijkheid bieden tot kruisbestuiving. Dus ik zie het niet als echt een soort van onderzoeksmatige theorie die ik moet toepassen in mijn projecten. Maar het is bijna een soort van escape die ik ontdekt heb, die goed werkt voor mij, naar brengen. En waar ik dus in ontdek van, er ontstaan dingen die ik niet kan doen op mijn werkdag achter mijn computer. Zo zie ik het meer. Achterin. Dank voor jullie presentatie. Ik vroeg me al, je krijgt bijvoorbeeld een diploma. Met een diploma kan je ergens aan de bak gaan. En stel je voor als je later in je carrière een andere richting op wilt gaan. Hoe kan je een nieuw werk geven of een nieuwe baan bewijzen van, of hoe maak je de switch? Hoe doe je dat? Ga je voor bedrijf voorbellen? Want uiteindelijk, iemand die jou aanneemt, je begint voor jezelf. Ja, ik denk uiteindelijk als je bouwkunde of doe je eigenlijk een academische studie en waar wij van tevoren zijn we even gaan eten, hadden we er ook eigenlijk over van als je, niet vervelend bedoeld, maar als je van bouwkunde afkomt, dan weet je eigenlijk nog helemaal niks van het echte vak, maar wat er gebeurt. Ik bedoel, bouwkunde maakt de kosten niet uit en in het, nou, even los van dat project bij mij, gaat het alleen maar over kosten. Maar ik denk dat het academisch denkniveau, waarmee ik dat papiertje gehaald heb,
En als je zegt, ik heb al een aantal jaren ervaring, dan heb je inmiddels ook een soort van portfolio opgebouwd waarmee je denk ik ook ergens binnen kunt komen omdat ze zien van wat je in je mars hebt. Dus ik denk niet dat je per se daar een nieuwe studie voor hoeft te doen, maar dat dat papiertje misschien wel ja, meer staat voor een academisch denkvermogen wat je in meerdere richtingen kan duwen, zeg maar. Ja, en ik denk misschien als je iets anders wil, dat zie ik bij jullie wel allebei, maar bij mezelf ook een beetje, dat je dan dat je dat toch soms in je eigen tijd je dan ondertussen moet bekwamen in iets anders. Dat je dan niet per se een papiertje voor nodig hebt, maar als je natuurlijk iets wil leren wat je bij je werkgever waar je op dat moment zit niet kunt, ja, dan zul je dat toch inderdaad in je eigen tijd daarin moeten investeren. Hè. Zo zijn jullie zijn ook natuurlijk eerst begonnen met dat zelf leren in je eigen tijd en dan kan je dat gaan doen. Bij een werkgever kan je dat misschien toepassen. Of je moet inderdaad, wat jij zegt is waar, heel veel werkgevers die zeggen gewoon, je werkt 4 dagen of je krijgt opleidingen betaald. Ik denk dat is helaas niet altijd zo. Ja, dan moet je het zelf doen. Doe je dat ook? Of? Ja. Oké. Chantal? Ja, ik had een vraag voor Mark. Met meubel maken natuurlijk, je zei het zelf al, zijn vaak mensen met een wat uitgebreider budget die laten dingen op maat maken. Hoe heb jij dat netwerk opgebouwd? Want het is natuurlijk een vrij kleine doelgroep. Gaat dat via en blijft dat balletje dan rollen? Ja, dat is eigenlijk, kijk, omdat ik het natuurlijk maar 1 dag in de week doe, duurt een project ook relatief lang. Hè? En ik heb eigenlijk... Nadat ik die opleiding gedaan heb, in ieder geval dingen voor mezelf thuis gedaan. En toen via die VT Wonen had ik toen wel. En ik heb op het Museum Rotterdam op een expo gestaan. Daar heb ik toen met dat nachtkastje een betaalde opdracht uitgekregen. En dat was, je kreeg er geld voor, maar als je het naar een uurloon omzet, dan had ik beter bij de appie kunnen gaan werken. Maar op die manier is het wel, ik ben toen in 2015 voor mezelf begonnen, toen heb ik meer van een bedrijfje, KVK, et cetera. En omdat ik voor een bedrijf iets ging maken, dat enorme bureau, dus en toen is het wel eigenlijk via, ik heb eerlijk gezegd nog nooit hoeven leuren om werk, maar ik heb wel een enorme voorraad, zeg maar. Dus, dat is ook een beetje een luxe positie. En wat het bij mij ook is, het is meer, ik kan de krenten uit de pap halen, zeg maar. Dus in principe met 4 dagen architectenbureau kan ik gewoon prima leven. En alles wat ik nu verdien is, in eerste instantie de investeringen eruit halen. En de rest is meer voor de leuke dingen extra. Dus als ik bij wijze van spreken denk van, ik heb daar geen zin in, kan ik ook een maand niks doen, zeg maar. Dus, maar in principe is het inderdaad mond-op-mond reclame. En ik heb dan mijn Instagram als portfolio puur dat mensen, en dat is wel, dat gaat een soort van vanzelf, zeg maar. Ik krijg soms via Insta ook weer dat iemand iets vraagt, denk hoe is die bij mij terechtgekomen? Goed, dat is dan weer een ander ding dus. Maar het is een beetje een luxe positie, denk ik. En dat is ook, want dat hadden wij het ook nog over, als mensen zeggen wel eens van, joh, wil je niet gewoon fulltime gaan meubel maken? Dan denk ik in principe van, donderdagavond denk ik altijd, wow, morgen is het vrijdag, kan ik wel lekker aan de slag. Maar als je natuurlijk elke dag dat doet, moet je natuurlijk heel veel werk binnenhalen omdat je 5 keer zo snel gaat. En dan is het natuurlijk ook zo, als je geen werk hebt, de hypotheek moet betaald worden, moet wel gewoon een soort inkomen hebben. Dus, en volgens mij zei Mathieu dat ook, dan is het, zeg maar, dat hobbymatige, het voor de leuk doen, wordt dan echt werk. Want dan is het niet meer, vrijwillig of vrijblijvend. Dan, ik bedoel, mensen rekenen ook op je, want ze betalen een hoop geld. Dus ik probeer het wel, met mijn maatje hebben we wel de filosofie, de lol is echt het belangrijkste. We moeten het wel leuk vinden. En dat het is wel goed om dat te benadrukken bij elkaar, denk ik. Aanvullend daarop, ik heb de eerste paar jaar na mijn studie had ik altijd werk. Maar dat was echt een hele slechte periode. Dat was echt echt zwaar financiële crisis. Dus voor een architectenfunctie kwamen 60 mensen erop af en dan werd er een borrel georganiseerd en dan de leukste werd gekozen. Ja. Dat ben ik niet. Was jij? Niet ook erin. Maar ik heb voor meerdere vrienden werk geregeld, gewoon dat het op mijn pad kwam, bouwkundige vrienden.
En andersom ook opdrachten gekregen toen in mijn meubelmakerstijd. En nog steeds krijg ik werk uit mijn bouwkunde netwerk. Gewoon onderling. Dus dat blijft gewoon doorgaan. Best wel een bepalende periode ook daarin. Gewoon de contacten die je nu legt, ja, zijn heel waardevol eigenlijk ook daarin. Dan gaan we naar de laatste vraag. Ruben? Ja, dankjewel voor jullie tijd voor het verhaal. Als ik het zo hoor, zijn we wel echt mega druk met twee dingen die jullie doen. Maar ik vroeg me af of er nog ruimte is voor een derde hobby of ding van bij wat intens te doen. En anderzijds om dat misschien ook wel uit te bouwen naar een derde eentje. Dat misschien wel 1 plus 1 plus 1 is 4. Nou, ik vind dat ik zelf al best wel veel 1 plus 1 plus 1 plus 1 heb. En wat ik al zei, van ook al is het niet per se een synergie of zo, denk ik dat uiteindelijk gewoon veel dingen doen gewoon heel erg helpt. En ook gewoon inderdaad hobby's, hè, een hobby hebben. Niet alleen dat die hobby nou zo leuk is, maar ook om jezelf scherp te houden en nieuwe dingen te leren. Ik ben net begonnen met drummen. Echt heel erg leuk. En dan krijg je weer andere oog-handcoördinatie en dan denk je weer over andere dingen na. En ik merk dat gewoon nieuwe dingen doen. Dat je gewoon niet alleen de kennis die je ermee opdoet, maar ook dat je blijft leren om nieuwe informatie te verwerken en nieuwe vaardigheden te krijgen. En jij zei het ook al van dat het nu steeds... dat je steeds in je werk blijf je natuurlijk altijd tegen dingen aanlopen. En als je bang bent dan om nieuwe dingen te leren of nieuwe dingen aan te pakken, dan heb je daar gewoon echt een blokkade bij. En als je het leuk vindt om gewoon nieuwe dingen te leren, ik denk dat je daar gewoon heel veel aan hebt. En niet alleen nieuwe vaardigheden, maar ook steeds nieuwe mensen zien. Ik zit bij allerlei netwerken. Dus ik weet niet of je dat nou nummer 6 of 7 of 8 zou noemen. Misschien zijn het allemaal maar een paar procentpuntjes. Maar ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. Dat je gewoon echt bezig blijft, mensen ziet. Mijn buurvrouw zei een keer, meet people, do things and always go for quality. En dat vond ik eigenlijk best wel een hele goede... daar denk ik nog vaak aan dat ze dat gezegd heeft. Dus, goede wijze raad. Ik heb ook nog tenminste dat is een andere passie, maar dat... Ik kan totaal geen link bedenken, behalve dat je wat frustratie kwijt kan, is dan een seizoenskaart bij Ajax hebt, maar... Oh, ja. Ja, raak je heel gefrustreerd van, toch? Ja, precies. Dit jaar wel. Nou, ik denk dat het dan af gaat ronden. Mooie laatste woorden. We hebben een bloemetje voor jullie allemaal als bedankje. Dankjewel. Oh, dankjewel. Dankjewel. Ik wil ook. Dankjewel. Dankjewel. Ik geef door onze liefstallige assistentes. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie tijd wilden maken om hier je verhaal te komen vertellen en vragen te beantwoorden van alle studenten hier. Ik wil ook iedereen in de zaal bedanken dat jullie zijn gekomen en dat de zaal vol zat, dat het zo goed ontvangen is. Echt heel erg leuk om te zien. Het hele symposium is opgenomen, dus mocht je het terug willen kijken, dat kan. Mocht je vrienden hebben die er niet bij konden zijn vanavond, ze kunnen hem later terugkijken als wij klaar zijn met editen ooit een keer. En ik weet niet hoe laat is het nu? Het is 11:15. Nou, ik denk dat er misschien nog tijd is voor 1 drankje en dan moeten wij eruit. Uiteraard. Dus heel erg bedankt voor het komen en geniet nog van deze avond. Rico, bedankt dat je erbij was.